Ik verzoek de griffierde getuige binnen te leiden. Goedemiddag, iedereen zeg ik dan maar. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Rink. Meneer Rink, welkom. Dank u. Namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van coöperaties, inclusief incidenten die daar plaatsvonden. En daarom willen wij precies weten wat er nou gebeurde en ook hoe dat kon gebeuren en wie er allemaal voor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren wij ons ook weer vooral op Vestia, maar ook iets breder op derivaten in de sector. In dat verband, meneer Rink, wordt u zelf gehoord als getuige. En dit openbaar verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen. Correct. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Staat u op? Zegt u mij na? Dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Rink. Neemt u plaats. Als u de microfoon wil laten aanstaan gedurende het hele verhoor, dan is dat prima. U laat zich bijstaan door mevrouw Rink Dijkstra. Dat hebben we genoteerd. Ik wijs u op dat u zelf antwoorden dient te geven aan de commissie en dan komt dat vanzelf goed. We gaan beginnen met het openbaar verhoor, meneer Rink. En het woord is aan mijn collega de heer Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Rink, u was tussen 2000 en 2013, dus 13 jaar lang, medewerker van het Waarborgfonds. U begon daar als bedrijfsjurist en werd later manager van het project Focus op Financiering. In 2007 bent u manager Investor Relations geworden. En vanuit deze rol had u veel contact met de banken, met tussenpersonen, met adviseurs en andere financiële mensen van corporaties. Een aantal van die mensen heeft de commissie intussen al gehoord, zoals de heer Geëve, Groeneveld en de Vries. U bent momenteel directeur van een woningstichting in Eenen, dat klopt. Maar de commissie wilde u 11 vragen stellen over uw periode bij het Waarborgfonds. U was dus projectmanager van het project Focus op Financiering en dat startte in 2005. En u moest zich toen oriënteren op de internationale kapitaalmarkt. En het doel was om de woningcoöperaties minder afhankelijk te laten worden van de sectorbanken, de Nederlandse Waterschapsbank en de BNG. Mijn eerste vraag is, hoe bent u in die functie terechtgekomen? Toen ik in dienst trad bij het Waarborgfonds, inderdaad terecht wat u zegt als bedrijfsjurist, was er op dat moment een collega van mij die ook bedrijfsjurist was. En er waren een aantal andere stafmedewerkers, met name vanuit financieel-economische tak, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment, uit mijn hoofd gezegd 2002, 2003, is dat samengevoegd tot de beleidsstafafdeling. En wij werden op dat moment beleidsmanagers. Dus het ging breder dan alleen het juridische terrein. Bijvoorbeeld ook de contacten met het ministerie, met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, met Kamerleden, noem maar even de public affairs, werd daar nog aan toegevoegd. Mijn collega die met name op het financieel bedrijfseconomische vlak bezig was, die had zich ook inmiddels al verdiept in, die was ook betrokken geweest bij het EMTM-programma. We zullen er ongetwijfeld nog op terugkomen. Eind jaren 90, daar had hij ook mee geholpen met de ontwikkeling daarvan. Die was ook nadrukkelijk contactpersoon voor banken en adviseurs en andere partijen.
In 2004, uit mijn hoofd gezegd, maar ik ben me niet vast op dat jaar, is deze medewerker op een gegeven moment weggegaan bij het Waarborgfonds. En hij was op dat moment al bezig met een project om de, ik noem het maar eventjes, heroriëntatie van het WSW te zien van, hey, hoe past onze rol in de kapitaalmarkt? Nou, daar kwam het MTM-programma uiteraard ook in voor. Die is vertrokken bij het WSW en op dat moment is mij ook gevraagd om zijn positie niet over te nemen, maar wel in een projectvorm door te zetten. Om dat project te trekken. Ja, even de verduidelijking, dat EMTM-programma, dat was een programma Euro Medium Term Notes, waarbij het WSW een bemiddelende rol zou spelen om middelen van de kapitaalmarkt aan te trekken voor woningcorporaties. En dat als alternatief voor de lijnen naar BNG en de waterschapsbank. Ja, meer specifiek als aanvulling. Want de alternatief, dat lijkt alsof we, want we waren dolblij met de sectorbanken. Het was vooral als aanvulling van financieringsmogelijkheid. Wat was de opvatting van de heer Post, uw leidinggevende, over die ambities, ambities van het Waarborgfonds? Die was daar een groot voorstander van. Die vond dat ook een rol van het Waarborgfonds, zo is het ook neergezet. En de heer Erens, die ook tijd directeur is geweest van het Waarborgfonds. Ja, ook. Die zei precies hetzelfde. En de Raad van Commissarissen? Bij mijn weten, ik had op dat moment geen contact met de Raad. Maar bij mijn weten zaten die ook positief in dat verhaal. Waren die positief kritisch over dat hele project of waren ze enthousiast en enthousiasmerend? Kan ik niet beoordelen, omdat ik niet bij de raadsvergaderingen ben geweest. Maar ik weet wel dat verderop in het traject, toen we een tweede MTM-programma ontwikkelde, dan hebben we het over de periode 2006-2007, was de rol van de Raad van Commissarissen wat groter. In die zin enthousiasmerend. En, hebben ze ook nadrukkelijk ook uitgesproken dat ze dit verder wilden. Dus daar zat wel ook vanuit de commissaris wel enige druk achter om dit project met enige tempo ik kan beoordelen, omdat ik heb er niet bij gezeten, maar ik kan me niet voorstellen dat de bestuurders, zowel de heer Erens als daarna ook de heer Van der Post, zo enthousiast waren als de commissarissen daar niet in geloofden. Ja. Maar dat is een hiernaar interpretatie van mijn kant. Ja. Voordat programma op de kapitaalmarkt, dat was natuurlijk heel belangrijk dat met name de grote woningcorporaties mee zouden doen. En dan hebben we het over Vestia en IJmeer, wellicht Portaal, nog een aantal grote woningcorporaties. En in dat kader was u veel op pad, ook met de heer De Vries van Vestia. Nou, op pad is een groot woord. Wat we gedaan hebben is dat we nadrukkelijk inderdaad, u noemt een aantal namen op terecht van corporaties met wie wij in contact waren. Want het WSW zelf heeft geen geld nodig. Wij zijn een facilitator via de borgstelling. Dus nadrukkelijk ook, wij konden wel een MTM-programma gaan ontwikkelen. Maar als de corporatie daar geen behoefte of niet in zou participeren, dan heeft dat natuurlijk geen enkele zin. Dus nadrukkelijk zijn corporaties ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van het programma. En een belangrijke speler daarin was de heer De Vries van Vestia. Was Vestia sowieso. Vanwege zijn omvang en daarnaast ook de activiteiten op de kapitaalmarkt. En u overlegde in uw danigheid veel met de heer De Vries? Onder andere, ja. En was het dan de bedoeling dat hij ook echt een ondersteunende rol in daar zou gaan spelen? Nou, we zijn heel erg op zoek geweest naar welke rol moet wie nou nemen. Dat was natuurlijk een vrij nieuwe ontwikkeling. Zeker in die tweede fase van het MTM-programma. De eerste fase hebben we het net over gehad. Eind jaren 90, BNG en ABN AMRO. Die een poging gewaagd hebben samen met het WSW om een MTM-programma neer te zetten. Dat is toen gestrand. En de tweede fase waar we het nu over hebben, vanaf 2005 tot 2007, was dan, ik noem maar even, de tweede ronde. En toen zijn we dus met een aantal corporaties, waaronder de heer De Vries, samen gaan zitten van hoe gaan we dit nou vormgeven? Wat is nou de meest efficiënte vorm om te bereiken wat je wil, namelijk uitstekende toegang tot de kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke lasten? Dat was de doelstelling. Ja. En daar was de heer De Vries dus een partij bij. Ja, we komen nog verder te spreken over dat EMTN-programma. Maar hoe lag het met uw eigen ambities in dit hele traject? Zag u een rol voor zich als directeur van dat vehikel dat vanuit het WSW opgetuigd zou worden? Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik was projectleider, dus dat was mijn belangrijkste rol. Zorg eerst maar dat het er komt. Dat was mijn taak ook, stond ook in mijn functieomschrijving. En wat er daarna zou volgen, ja, dat zien we op dat moment wel. Maar het belangrijkste voor mij was op dat moment mijn grootste drijfveer. Ik geloof nog steeds
dat een goede toegang tot de kapitaalmarkt, nou ja, zonder dat kan de coöperatiesector niet drijven met 85, 86 miljard aan financiering uitstaand op dit moment. Dat was de grootste drijfveer. En persoonlijke ambitie speelde voor mij niet als eerste mee om een MTM-programma te ontwikkelen. Dan zijn er andere manieren om een stap te maken. Maar het lag wel in de EDAS dat een, zeg maar, een soort uitzoek uit tot een aparte financiële instelling, dat u ook die kaars dan zou gaan tekken. Nou, dat zou een uitkomst hebben kunnen zijn, maar het was niet zo van, nou, dat ga ik wel eens eventjes doen. Maar ik heb een gezonde ambitie. Ik was jong. Ben ik nog steeds. Ik was jong. Dus je hebt een gezonde ambitie. Maar nogmaals, voor mij was het veel belangrijker om het doel te bereiken. En mijn positie. Ik ben niet zo iemand die meteen aan carrièreplanning doet en zegt van, nou, dan moet ik daar staan. Nee, Zo zit ik niet in elkaar. Oké. Vanuit het EMTN-programma had u ook veel contacten met buitenlandse banken. Want daar zou natuurlijk toch een aanzienlijk deel van de middelen vandaan moeten komen. En tegelijkertijd zie je dat steeds meer buitenlandse banken actief worden op de markt voor corporaties. En bijvoorbeeld ook om derivaten te verkopen. En als die buitenlandse banken de Nederlandse markt opkwamen, dan gingen ze de sector analyseren. Hoe zitten de garantiestructuren in elkaar? En dan kwamen ze ook bij het Waarborgfonds langs. Welke boodschap gaf u die buitenlandse banken dan mee? Nou ja, we hadden daar uitstekend verhaal bij. In die zin, we zijn triple E gereed sinds 1998. Dus nou ja, goudgarant, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Met een overheidsgarantie via de achtervang. Dus wat dat betreft voor de financiering waren wij natuurlijk een uitstekende partij. Wij bedoel ik dan de corporatiesector en het WSW door middel van de borgstelling. Onze rol groeide meer en dat had ook alles te maken met van ja, als banken op een gegeven moment op een markt komen, willen ze een aanspreekpunt hebben. Wie kan ons alles vertellen over de coöperaties? Nou, dan kun je individueel coöperaties langs gaan. Of je kunt zeggen, nou, er is een instituut, het Waarborgfonds, wat tenslotte ook de risico's over de financiering loopt via die borgstelling. Dat is een mooi instrument of een mooie toegang om informatie te verkrijgen over de coöperatiesector. Nou, daar hebben ze ook gebruik van gemaakt. En wij hebben ons ook die rol op ons genomen, omdat we ook vonden dat we die rol moesten spelen. En wat we ze meegaven was van triple E, staatsgarantie, goede sector, onderpand, moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Er zitten tenslotte heel veel huizen onder. Waardoor uiteindelijk de boodschap ook was, want de banken zelf, dat is een voorportaal. Het waren vaak pensioenfondsen en verzekeraars daarachter, die de geldverstrekkers zouden moeten zijn. Dus Het was een soort tussenkanaal. En dat verhaal konden we goed vertellen. Ja, dat is het algemene verhaal. En voor gewone leningen, daar verdienen banken natuurlijk heel weinig aan. Des te meer winstmarge zitten op derivaten. En ze kwamen natuurlijk ook daarvoor langs om daar informatie te halen van ja, hoe zit dat in elkaar met de borging. En bijvoorbeeld de betaling van bijstortverplichtingen. Heeft u de bank toegezegd dat het Waarborgfonds altijd geënt staat voor bijstortverplichtingen? Nee, absoluut niet. Dat is ook namelijk nooit. Dat is ook geen borgbare activiteit. Wat er gebeurd is in de tussentijd, en dan hebben we het over de periode daarna, eind 2008, toen er een behoorlijke daling van de rente plaatsvond op 4 december uit mijn hoofd gezegd. Een substantiële daling, waardoor een aantal corporaties liquiditeitsproblemen dreigden te gaan krijgen. Op dat moment hebben wij nadrukkelijk als WSW gekeken van ja, eerst de banken rustig krijgen. Corporaties die moeite hadden om die bijstortverplichtingen te betalen, zorgen van ja, ga nou niet callen, want deze corporatie zou door in betalingsproblemen komen. Moet je toch ook niet willen als bank? Daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Maar daarna zijn we wel met elkaar in gesprek gegaan van hoe kunnen we nou voorkomen dat dit soort situaties ontstaan. En toen is er ook gesproken van ja, wij hebben als WSW een mogelijkheid om tijdelijke liquiditeitstekorten te borgen. Dat is een faciliteit die niet in de reguliere borgstellingsfaciliteit past, maar die als noodmaatregel, noodkrediet opgeroepen kan worden. Maar daar zitten wel bepaalde voorwaarden aan. En een van die voorwaarden is bijvoorbeeld het informeren van de achtervangers op het moment dat dat gebeurt. En dat was het systeem zoals het vormgegeven was. Ja. Maar dan leg ik u toch ook een brief voor aan bijvoorbeeld ABN AMRO. Waarin inderdaad wordt het gezegd van ja, derivaten kunnen worden geborgd. Niet rechtstreeks door het WSW worden geborgd, maar de onderliggende verplichtingen uit de hoofden van de CSA. Dat wil zeggen de leningen die woningcorporaties dienen aan te trekken om liquiditeit ter zekerheid te kunnen bieden. Die kunnen wel door het WSW worden geborgd. Als tijdelijk liquiditeitstekort.
Het is geen reguliere faciliteit dat dat mogelijk zou zijn. Nee, hier staat niet iets in dat het om tijdelijke liquiditeitstekorten gaat, dat het gewoon om liquiditeitstekorten gaat. Ik ken de brief niet, tenminste, hij staat mij niet bij, maar dat is wel de strekking van hetgeen waar we bezig zijn. Dus u zegt alleen tijdelijke liquiditeitstekorten kunnen worden geborgd? Ja, als het gaat om verplichtingen onder de CSA's, waar ik net aan refereerde. Als je liquiditeitstekorten borgt, die voortkomen uit derivaten, dan borg je toch eigenlijk ook de derivaten zelf? Ja, ik noem het maar even filosofische discussie. Die hebben we ook uiteraard intern gevoerd. Van hoe zit dat nou? Strikt formeel is en blijft het een liquiditeitsrisico, of die uit een derivaat voortvloeit, of uit een project, een wat mislukt of iets dergelijks. Voor ons was een liquiditeitstekort, of het nou waar het ook door veroorzaakt werd voor een corporatie, was een mogelijkheid om dat via die tijdelijke liquiditeitstekortenborging te borgen. Dus ongeacht de oorzaak, dat was voor ons een mogelijkheid om in te stappen, om te voorkomen dat de corporatie uiteindelijk naar een faillissement toe ging. Hè? Want daar was die faciliteit voor bedoeld. Dus ik zeg, ja, dan redeneer ik even als econoom. Wat is nou het risico dat een bank loopt op een derivaat? Dus dat een corporatie nat gaat op margin calls, op liquiditeitsverplichtingen. Nou, als die worden geborgd, dan wordt in feite ook het derivaat geborgd. Nou ja, daarom was ook de discussie waar ik net al aanhaalde eind 2008, toen die rente zo substantieel daalde en we in 2009 met de banken in gesprek gingen. Dat waren stevige gesprekken, kan ik u meegeven. Ook dus, wat ons betreft, zouden die liquiditeitsrisico's gemaximeerd moeten zijn. Het is net hoe je het uitlegt, maar zo minimaal mogelijk dan wel. Dan moet ergens een grens liggen. Daar waren de banken op dat moment niet toe bereid om dat te doen, om hun moverende redenen. Waardoor wij gezegd hebben, ja, maar dan vinden we dat we aan de andere kant daar een limiet aan moeten stellen. En zo is ook de swaplimiet, zoals die ontwikkeld is en uitgerold is, ook in begin 2010 ontstaan. Waardoor we dus een maximum wilden stellen aan het liquiditeitsrisico wat een corporatie zou mogen lopen over een derivatenportefeuille. De banken die legden ook raamovereenkomsten, zogenaamde ISDA's, ten aanzien van derivaten, voor. En ook nieuwe derivatenproducten werden ter goedkeuring voorgelegd aan het Waarborgfonds. Hoe beoordeelde u die derivatenproducten en die ISDA's? Dan trek ik inderdaad even de ISDA's en de derivatenproducten uit elkaar. De ISDA's die werden al beoordeeld vanaf, zoals ik het kan zien, vanaf eind jaren 90. En daar is op voorhand al heel duidelijk gemaakt, stond ook op de website overigens, en ook in bevestigingen, brieven die we naar banken stuurden, waarin duidelijk stond, ja, wij beoordelen deze ISDA's, maar op strijdigheden met het reglement van deelneming en strijdigheid met de zekerheden van het Waarborgfonds. Wij hebben dus nadrukkelijk ook altijd aangegeven, wij beoordelen ze dus niet op, nou ja, giftige clausules, hè, zoals van de week ook al langsgekomen is, of andere zaken. Nee, puur kijkend naar de zekerheden, gaan er geen conflicten ontstaan. Dat was de ISDA-kant. Daar hebben we ook een lijst van gemaakt, ook op verzoek van banken en corporaties, van welke hebben jullie nou beoordeeld en welke zijn er. Ja, die staan op de website inderdaad. Exact, die stond op de website. Waar ook die clausule bijstand die ik net noemde. Er is alleen een beoordeling plaatsgevonden op basis van mogelijke strijdigheden met het reglement van deelneming. Tweede punt waren de derivatenproducten zelf. We hebben gezien, omdat we natuurlijk intensief met de bank in overleg waren, op een gegeven moment gestructureerde leningen ook zijn ontstaan. Nou, daar is ook al over gesproken van de week. Op mijn overzicht werd de eerste in 2002 afgesloten. Waardoor de scheidslijn naar een derivatenproduct en een lening op een gegeven moment werden ook derivatenproducten. Goh, zou dit kunnen of zou dit kunnen? Wat wij toen gedaan hebben, is dat wij nadrukkelijk gekeken hebben naar het renterisico van het product. Dus is er een maximum aan de renteontwikkeling van dat product. En dat maximum stond op dat moment op 5,75%. Zou nu lager liggen, maar op dat moment was het 5,75%. En zit er geen zogenoemde multiplier in, waardoor als een bepaalde marktbeweging ontstaat, dat de corporatie ineens excessief veel rente zou moeten gaan betalen ten opzichte van andere producten. Wat we niet meewogen, is het liquiditeitsrisico van het product. En nu kijkend met de kennis van nu, dat heeft u vaker gehoord, maar dat is wel degelijk ook zoals we erin zitten, had dat op dat moment ook meegewogen moeten worden. Maar dat is toen niet gebeurd. Dat is toen niet gebeurd, nee. Maar en de beoordeling van die producten, gaf u dan een schriftelijk ja of nee, dit mag? Nou, dat werd vaak in een mail bevestigd van oké, dit is een product waarbij we ook nog moeten aantekenen dat het product zelf, dus niet gekoppeld aan de desbetreffende corporatie, een product stand-alone, zou ik maar zeggen, beoordeeld werd. En dan werd er een mailtje gestuurd van oké, je kunt het product gebruiken, maar let wel, dat stond er ook bij,
wel wijzend op de zorgplicht van de bank. Dat het of het passend is bij een woningcoöperatie. Maar banken hebben dat wel opgevat als een soort zegen van het WSW. Deze producten mogen aanbieden en deze producten zijn ook geborgd. Nou, geborgd niet, want wij mogen geen derivatenproducten borgen. Als ik achteraf... Maar het WSW staat hier achter. Nou, ik realiseer me ook weer achter, realiseerden wij ons achteraf ook. Van ja, en vandaar ook dat we in 2011 gezegd hebben, daar stoppen we mee. Van ja, zou dat niet zo opgevat kunnen worden? Niet zo bedoeld, maar je moet ook niet naïef zijn. Op een gegeven moment als je constateert van, wacht eens even, het zou wel zo kunnen zijn. En dan moet je daar je maatregelen op nemen. Ja, dat want waar wil bijvoorbeeld Deutsche Bank zo graag weten of WSW achter dat product staat? Ja, dus ik moet zeggen, Deutsche Bank was ook een van de partijen die altijd de producten voorlegde, zal ik maar zeggen. Andere partijen die deden dat. Dat doen ze natuurlijk niet zonder reden. Nee, dat kun je achteraf inderdaad concluderen dat ze dat met een reden deden. Enerzijds uit zorgvuldigheid, daar ga ik dan nog maar steeds maar even van uit. Maar anderzijds ook van ja, gaat er niet een belt of staat dat er een zegen op rust? Ja. En wie waren bij die beoordeling van die derivatenproduct, wie waren daar verder bij betrokken? Had u daar over veel contact met de heer Van der Post? Nou, sowieso, want de heer Van der Post was directeur, dus het ging in eerste instantie om natuurlijk een inhoudelijke beoordeling daarvan. Daar hadden we een aantal mensen voor bij het Waarborgfonds die dat beoordeelden. En op die manier werd er dan gecommuniceerd van het is wel of niet goed. Op het moment dat het om een gestructureerde lening ging, dus een borgbaar product, laat ik het zo zeggen, die beoordeling vond ook plaats. Op dat moment ging een gestructureerd, potentieel geborgd product, moest afgevinkt worden door de directie, door het bestuur. Dus dat was een zwaardere procedure. Dan moesten die leningen ook eerst afgevinkt worden. En een gewoon nieuw derivatenproduct, kon u dat zelf afhandelen? Had u daar een mandaat voor? Daar waren geen afspraken over gemaakt, hoe dat moest lopen. Maar iedereen was op de hoogte van dat op dat moment plaatsvond. Dus u kon gewoon zelf een product goedkeuren? Nou, ik deed het met het team samen. Want ik kan niet zeggen dat ik ergens op een achterkamertje... Dit werd met het team samen gedaan. Ja. Is het wel eens ook gebeurd dat u een overeenkomst hebt afgekeurd? Jazeker. Kunt u daar voorbeelden van noemen? Wij zijn ze niet. Nou ja, wat ik net schaaf in die beoordeling, wat we wel eens geconstateerd hebben, dat er bijvoorbeeld een behoorlijk stevige multiplier. Ik noem eens even een heel voorbeeld dat er bijvoorbeeld rentepercentage wordt genoemd. En als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, bijvoorbeeld een dalende rente of een inverse rente, dat er dan factor keer 3 of zoiets dergelijks ging spelen. Even heel simplistisch gesteld, maar dan zou dat dus kunnen betekenen dat als dat moment zich voordoet, dat de rente in één keer van 4% naar 12% zou gaan voor de coöperatie. Nou, dat soort producten werden per definitie al afgewezen. Maar kun je iets specifieker zeggen? Een paar concrete voorbeelden van producten die voor zijn gelegd, die dan nog terseerbaar zijn, waarvan wij kunnen vaststellen dat die door het WSW zijn afgekeurd? Ja, dan hebben we het. Ik zou geen namen kunnen noemen van producten, maar die zijn ongetwijfeld terug te vinden in de stukken die... Nou ja, wij hebben dat niet kunnen vinden. Nee, nou goed. Ik weet dat er producten zijn en mijn collega's weten dat ook. Ik zou op dit moment geen naam kunnen noemen van een concreet product. Overigens zou ik dat ook voor de goedgekeurde producten... Het zijn er een aantal geweest. Ja, ik ken een paar namen, maar dat zijn allemaal van die prachtige termen die niet direct wat zeggen. Maar dat is in ieder geval, op die basis werd er dus gecontroleerd. En we zaten wel degelijk van dat soort producten tussen. Bestond er nou bekend als iemand die veel nee verkocht of als iemand die veel ja zei tegen producten? Ik heb geen indruk, daar kan ik geen antwoord op geven, want daar heb ik geen indruk van of ik iemand die veel ja zei of nee zei bekend stond. Daar heb ik geen blijk van gekregen. Hoe dan ook, was wel een belangrijke schakel voor met name de buitenlandse banken ook... Ook voor de binnenlandse banken? Ook voor de binnenlandse banken een schakel in de keten waarlangs ze producten konden verkopen aan de woningcoöperaties. Kreeg u in dat verband ook veel uitnodigingen voor etentjes, bijeenkomsten, seminars, dat soort gelegenheden? Ja, dat hoorde erbij. Wij waren de afdeling Investor Relations toen nog in 2007, hebben we het over de afdeling Kapitaalmarkt, maar het had dezelfde strekking. En er hoorde erbij dat je dus ook bij bijeenkomsten aanschoof. Of op dat moment was er ook, zeker in die tijd, werden er ook lunches of diners. Diners in wat mindere mate, lunches georganiseerd. Maar daar waren we altijd heel zorgvuldig in de manier waarop wij daarmee omgingen. En we zorgden er ook altijd voor dat er een goede balans was. Dus als wij een keertje uitgenodigd waren voor een lunch om een zaak te bespreken,
dat we de volgende keer dat wij de rekening zouden betalen. We waren daar gevoelig en gevoelig voor. Dus om dat op een goede manier in balans te houden. Zo dat ging waren daarmee precies om. De interne, was daar een interne reglement, uitgeschreven reglement voor? Nee, op dat moment nog niet. Alleen wat we, ja, het was een vanuit onze integriteitsgedachte vandaan, was dat een afspraak die we met elkaar gemaakt hadden. En we gingen er altijd heel transparant mee om. Het werd gewoon in de agenda gezet, werd gewoon besproken. Daar werd niet moeilijk over gedaan, in die zin dat er dus transparantie en duidelijkheid heerste. Ja, eerder deze week is langs gegaan dat de heer Van der Post en de heer De Vries, dat die ook per helikopter de Tour de France hebben bezocht. Ik dacht dat dat vanuit de Rabobank ging. Was u daar ook bij? Daar was ik niet bij. Daar was u niet bij? Nee. Was u wel ervan op de hoogte dat dit soort dingen gebeurden? Nou, ik wist wel dat er een verzoek was binnengekomen. Niet over de inhoud over de helikoptervluchten. Maar wel dat de heer Van der Post was gevraagd door de Rabobank. Ik kan zeggen, wat ik gezien heb, wat ik in ieder geval gehoord heb, is dat de heer Van der Post daar ook een zorgvuldige afweging in heeft gemaakt. Zelf nog overleg met de Raad van Commissaris erover heeft gehad. Althans, dat heb ik gehoord. Dus in dat opzicht, ja, ik wist dat dat speelde. Maar ik wist ook dat er een zorgvuldige afweging werd gemaakt. Althans, dat heb ik gehoord. Maar dat zult u de heer Van der Post het beste zelf kunnen vragen. En als het over uzelf gaat, tennistoernooien, etentjes in Londen, dat soort evenementen. Maakt u daar vaak gebruik van? Nee. Ik ging daar heel terughoudend mee om. Dus er was ook geen aanleiding voor de banken om te kunnen denken dat uw handelen in uw verantwoordelijkheid voor het WSW heeft beïnvloed? Nou, dat mag ik aannemen van niet. In ieder geval voor mezelf zeker niet. Dus wat dat betreft, voor zover banken daar uitgaven aan deden, leverde dat weinig op? Nou ja, laten we het zo zeggen. Het kan best wat opleveren als je met een goed verhaal komt. Maar dan gaat het om inhoud en niet om omstandigheden die je creëert waarop iemand een besluit zou willen nemen, ja of nee. Zo gingen we er ook mee om. Ik vond integriteit binnen het WSW stond hoog in het vaandel. Oké, dank u wel. Meneer Rink. Even daarbij aanhakend, was u wel eens in Monaco? Nee, BSW nog nooit geweest. Pardon? Daar ben ik nog nooit geweest, nee. In Roland Garros? Nee. Wimbledon? Nee. Allemaal niet aan meegedaan? Wel daarvoor uitnodigingen ontvangen? Nee, niet dat ik me kan herinneren. Ah, is dat ja of nee? Nou ja, ik zeg nee, maar niet dat ik me kan herinneren, maar nee. Bent u ooit op uitnodiging van een bank in het buitenland geweest? In uw WSW-tijd? Op uitnodiging van een bank, ja. Wat was dat dan? Dat was een situatie in 2009 dat we naar de Oktoberfesten zijn geweest. Overigens in goed overleg met het bestuur van het WSW. Dus daar had ik ook alle openheid in betracht. En op dat moment maakten we nog de afweging van akkoord. Wie was daar de initiator van? Was dat? Deutsche Bank. Maar er waren veel meer partijen bij betrokken. Dus het was niet zozeer alleen het WSW. Maar als je dus een zorgvuldige afweging maakt of je bijvoorbeeld, zoals de heer Van der Post, in een helikopter stapte bij de Tour de France en of naar de Oktoberfesten in München, geloof ik. Kun je dat een zorgvuldige afweging noemen als je dat doet in de wetenschap, dat je het Borgens Instituut wel een cruciale rol vervult bij banken die producten aan coöperaties willen verkopen? Nou, ik wil er wel een onderscheid in maken, dat je vanuit een investor relations perspectief, waarin je dus in dit geval in de kapitaalmarkt aanwezig moet zijn, waarin je dus ook duidelijk je netwerk moet opbouwen, dat je wel een afweging kan maken van, goh, ik ga naar een bijeenkomst toe of iets dergelijks. Of je in dit tijdsgevricht, dan heb ik niet over kennis van u, maar in dit tijdsgevricht een andere afweging zou maken, denk ik dat het antwoord zonder meer ja is. Op dat moment had ik ook overigens nog niet de positie van manager accounts die ik ben gaan bekleden, dus ik kon die afstand ook bewaren. Maar voor mij was op dat moment die afweging van, nou, het moet kunnen. Nogmaals, we hebben in alle transparantie dat ook overlegd met elkaar. En toen is gezegd, oké, prima. Ja, daarop bijvoorbeeld ben ik niet meer gegaan. U zei net ook tegen de commissie, tegen de heer Groot, dat met de kennis van nu hadden we destijds op die liquiditeitsrisico's moeten letten. Ja. Dat klinkt wel naïef, want als je als borgingsinstituut bezig bent, ook in die jaren met het borgen van allerlei leningen en financiële stromen,
dan zou je toch kunnen zeggen dat je ook in die tijd al op de liquiditeitsrisico's had moeten letten? Nou ja, laten we het zo zeggen. Als we de gevaren, laat ik het maar zo zeggen, van... Het ging niet alleen om gestructureerde producten. Het ging ook om gewone swaps. Het ging ook om receiver swaps, swaptions, geschreven swaptions, noem maar op allemaal. Al die producten hebben natuurlijk liquiditeitsrisico's in zich. En wat we constateerden was dat er gaandeweg, dan heb ik het over 2009, 2010, 2011... een omslag was te zien, dat was mede ingegeven door Europese regelgeving, dat banken overstapten naar het gebruik van CSA's. Daarvoor was dat helemaal niet zo gebruikelijk. Ik weet dat Vestia een CSA had. Maar verder bij andere corporaties zag je dat die liquiditeits, die margin call verplichting, niet terugkomen. Dat kwam pas later op gang, waardoor risico's werden toegevoegd aan de portefeuille. Nog eens een keer. Portaal bijvoorbeeld, die had tot eind 2008 ook een aantal gestructureerde producten in de portefeuille zitten. Maar er zat geen CSA onder. Vanaf wanneer was hij nou bij het WSW Manager Investor Relations? Dat ben ik geworden vanaf eind 2011. Toen ik er bewust voor koos om te zeggen, ja, de combinatie accounts en investor relations zoals die nu is, met de Vestia-crisis die voor ons lag en het werk wat daaraan ter grondslag lag. En wat was de functie die je dan in de jaren voorafgaand in 2011 had? Vanaf eind 2009 tot eind 2011 ben ik manager accounts en investor relations geweest. En voor 2009? Daar was ik manager kapitaalmarkt, vanaf 2007. Dan ga ik toch nog even met u naar die brief van 4 december 2008. U ondertekent die brief en er staat ook onder dat u Managing Director Capital Markets bent. Dat was de Engelse benaming daarvoor. Ja. U ondertekent die brief met die titel en die gaat dan naar de sectormanager woningcoöperaties en publieke sectoren van de ABN AMRO Bank NV, mevrouw Astrid van Arem. En u zegt, ik citeer, geachte mevrouw van Arem, beste Astrid, derivaten kunnen van overheidswegen niet rechtstreeks door het WSW worden geborgd. De onderliggende verplichtingen uit hoofden van de CSA, dat wil zeggen de leningen die woningcoöperaties dienen aan te trekken om liquiditeiten ter zekerheid aan te kunnen bieden, kunnen echter wel door het WSW worden geborgd. Wij hebben besloten om als WSW een claim te leggen op het beschikbare faciliteringsvolume per coöperatie. Dat wil zeggen de financieringsruimte onder borging van het WSW ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd is. Dit houdt in dat wij een volume zullen reserveren ten behoeve van de verplichtingen zoals aangegaan met ABN AMRO. Vanzelfsprekend zijn we bereid in een verklaring dit officieel te bevestigen als WSW. Deze brief is heel helder, heel letterlijk geformuleerd. U als Managing Director Capital Markets naar de sectormanager ABN AMRO, beste Astrid, mevrouw van Arem. Wij gaan borgen alles wat voortvloeit in de CSA. Het staat er gewoon letterlijk in. En u zegt net een antwoord op vraag van collega Groot. Nee, we hebben nooit iets toegezegd en het was hooguit her en der een tijdelijk liquiditeitsverhaal. Maar dit is toch echt een heel belangrijk statement. Wij borgen CSA's. Heeft u de rest van de context ook waarin deze brief gestuurd is meegewogen? Waar het hier om ging, was wat ik beschreef 4 december 2008, toen de rente daalde, extreem daalde, was ABN AMRO een van de partijen die bij een aantal corporaties die op dat moment de liquiditeitsproblemen kwamen, problemen hadden. Zij waren niet bereid op dat moment zonder in ieder geval een veiligheidsklep om te zeggen, nou, we gaan ze niet callen. Op dat moment hebben we gezegd, oké, als waarborgfonds, we moeten zekerheid bieden aan de banken. Hou je rustig, ga niet callen en op het moment dat er iets fout gaat, zullen we borgen. Dat was de situatie. Maar het is wel de basis tijdelijke liquiditeitstekortenborging, aangezien het geen borgbare activiteit was. Die nuance, die bracht ik net aan. Maar ja, kijk, zelf kom ik uit bedrijfsleven. Als ik een brief stuurde naar een bank, was dat altijd een officieel juridisch stuk. Dat ging ook langs afdeling juridische zaken. Want je legt natuurlijk wel iets vast. Dit schrijven is met uw handtekening naar ABN AMRO gegaan. En daar staat gewoon in, wij borgen de onderliggende verplichtingen. Dat staat er gewoon keihard in. Er staat echt geen enkele term tijdelijk. Of je moet het zien in het licht van. Dus als ik bij die bank zou werken, bij ABN AMRO, zou ik dit omlijsten en aan de muur hangen. Jongens, daar gaan we. Dus de juridische waarde van het stuk, die spreekt toch ook voor zichzelf? Nou, nogmaals, het zit in de context. En de ABN AMRO kende de context, want ze hebben er daarna ook wat dat betreft helemaal geen gebruik van gemaakt. Is het in de context van de crisis op dat moment is dat gestuurd? Overigens niet door mij persoonlijk. Ja, de brief is door mij ondertekend. Ja, maar dat was natuurlijk gedragen vanuit het waarborgfonds. Ik ken de brief niet. Zei tegen meneer Groot, die brief kende ik niet, zegt u net. Kan ik me op dit moment niet herinneren. Kon ik me op dat moment niet herinneren, maar nu hem zo voorleest. Maar hij werd net niet voorgelezen, er werd net alleen een stukje, passage uitgehaald. Nu kan ik de context plaatsen.
Meneer Rink, u bent zelf opgeleid als jurist. Ja. En meteen na uw studie kwam u bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw terecht, het WSW. Internationale Financiële Wereld speelde daarop. U heeft zelf dan geen specifieke financiële kennis. U kwam wel in aanraking met die derivaten bij het WSW. Hoe kon u ze nou beoordelen zonder die grondige kennis van die financiële wereld? Nou ja, het was niet zozeer dat ik me persoonlijk op elk product stortte. Daar hadden we ook een aantal mensen voor in dienst die dat wel degelijk konden. En gaandeweg is de professionaliteit van die mensen ook, mede op mijn initiatief, ook vergroot. Bijvoorbeeld door onder andere mensen aan te nemen, dan wel te vragen. We hebben bijvoorbeeld een externe adviseur hebben we ingehuurd voor een aantal jaren die daarin meedeed. Was met name iemand van het bouwfonds vandaan. En vervolgens vanaf eind 2010 hebben we daar echt een specialist, mevrouw Munoz, op aangetrokken. En daarnaast nog een keertje de heer Emmer, die uit mijn hoofd zeg in 2012 in dienst van het WSW trad. Al die jaren voor de komst van mevrouw Munoz in 2010, hoe ontwikkelen zich dan uw eigen financiële kennis over die derivaten? Nou ja, gaandeweg wat je in de praktijk oppikt. Alleen dan nog, derivaten was niet onze hoofdprioriteit, het ging ons om financiering. En daar was de kennisontwikkeling met name op gericht. En daar waren we ook sterk in. Vanaf wanneer had het Waarborgfonds nou een productacceptatieprocedure voor derivaten? Voor derivaten? Ja. Nou ja, je kunt de manier waarop we naar derivaten keken al een productacceptatieprocedure noemen. Niet geen professionele zoals die later zou moeten worden ontwikkeld. We zijn daar nadrukkelijk mee bezig geweest eind 2010, begin 2011. En op een gegeven moment is de afweging gemaakt die ik net al schetste. Moeten we goedkeuring blijven geven, ja of nee? Vanuit enerzijds, nou eigenlijk vanuit onze compliance juridische optiek vandaan. En op dat moment ben ik in overleg getreden, omdat we er ook mee bezig waren en er ook een specifiek product speelde op dat moment. In overleg gegaan met het hoofd risicomanagement, die toevallig ook nog een specialist compliance was. En toen hebben we met elkaar afgesproken van ja, nee, het WSW moet geen goedkeuring geven op producten. Het is de verantwoordelijkheid van de corporatie zelf om het product wel of niet toe te passen. En in onze risicomonitoring zouden we dan mee moeten wegen als we die producten aantreffen in de portefeuille. Zo is dat toen besproken en zo is dat ook geaccordeerd vanuit de directie vandaan uiteindelijk. Zo is het ook het beleid geweest, zoals voor zover ik weet tot nu toe, maar in ieder geval tot in eind 2012. Maar hoe zat die procedure nou precies in elkaar? Van er komt toch een product binnen bij het WSW. U zei vaak per mail berichten wij wat aan banken of aan derden, aan corporaties. Hoe zat nou die procedure precies in elkaar? De verantwoordelijkheid daarvoor bijvoorbeeld? Nou, een product van binnen en op dat moment werd er een assessment gemaakt van precies op die punten die ik net beschreef. En dan heb ik het over de situatie voor, laat ik het maar zo zeggen, de wat uitgebreidere procedures zoals we die wilden ontwikkelen. En toen werd ook de afweging gemaakt, is het product qua renteniveau, blijft hij onder de 5,75, dus zit daar een cap op. Maar daarnaast ook, zit er geen multiplier in. Niet meewegend het liquiditeitsrisico van het product. Dat was het assessment wat plaatsvond. En dan vervolgens werd er gewezen op de zorgplicht van de banken. En werd er ook gekeken, ja, en dit moet je niet bij iedere woningcorporatie gaan aanbieden. Want je moet wel degelijk vanuit je zorgplicht ook van vergewissen dat de corporatie voldoende kennis had. We hebben net gehoord van de experts van Capitat dat een cap nog niks zegt over de onderliggende liquiditeitsrisico's die je tussentijds... Dat was voorkomen juist. Dus was dat dan afdoende, die procedure met WSW? Met de kennis van nu, nee. Had die procedure überhaupt niet moeten zijn aan het WSW, of het Centraal Fonds, of het ministerie. Het WSW is overigens geen toezichthouder, laat ik dat nog even benadrukken, maar wel vanuit de risicomonitoringsrol een rol. Maar het zou fijn geweest zijn dat het Centraal Fonds en het ministerie en het WSW gezamenlijk hadden besloten om te zeggen, die producten mogen wel en die producten mogen niet. Dat is er uiteindelijk gekomen op het moment dat de minister in 2012 de beleidsregels financiële derivaten afkondigde. Maar op dat moment was er dus geen verbod op dergelijke derivaten. Even naar Deutsche Bank, die wil uiteenlopende producten afsluiten, specifiek met Vestia ook. Gestructureerde producten die vaak speciaal voor Vestia in elkaar zijn gezet. En die heel weinig te maken lijken te hebben met het afdekken van renterisico's. En dat soort producten, dat passeerde ook de revue bij het WSW. En via de mail heeft hij daarna verscheidene van goedgekeurd. Hoe werd daar dan die productacceptatieprocedure op losgelaten, dat eruit kon rollen? Nou ja, op dezelfde manier zoals ik dat net schetste. De vraag die je jezelf moet stellen nu als waarborgfonds. Als je naar de productacceptatie kijkt, had je nog de kernvraag voordat je naar liquiditeitsrisico's keek. De kernvraag moet stellen, zijn het hedgeproducten ja of nee? En de conclusie die we in 2011 voor een specifiek product trokken, ja, het is eigenlijk geen hedgeproduct waar we het hier meer over hebben.
Maar dat is met de kennis die je opgebouwd hebt en aangenomen hebt, een besluit die je op dat moment neemt. Daar was op dat moment nog geen sprake van, daarvoor. Ja, want welke rol speelde het liquiditeitsrisico in uw afwegingen toen? Want dat zijn een product, in theorie zijn dat producten die een oneindige liquiditeitsvraag zouden kunnen meenemen. Die liquiditeitsaspecten, hoe speelden die toen mee in uw afweging? Niet. Niet. Wat we ook zien, meneer Rink, via de mail accordeert u ook nog andere producten die kenmerken hebben die, nou ja, laten we zeggen, buiten de regels van het waarborgfonds vallen. En dan maak je wel eens een uitzondering op. Dan gaat het bijvoorbeeld met een product met een cap boven een percentage dat het waarborgfonds acceptabel acht. Zo'n product, waarom maakt u daar een uitzondering voor? Nou, ik maak sowieso geen uitzonderingen. Dat is dan een onderdeel van de procedure geweest. Laten we dat even vaststellen. Of daar een uitzondering op gemaakt is. Wij hanteerden een lening, neem ik aan. Op het moment dat er afgesproken werd dat je boven de 5,75 renterisico zou lopen, zou die meelopen in onze 15% renterisiconorm. Het was dus niet verboden. Het was alleen een consequentie dat er een maximaal volume aan gehangen werd via die 15% renterisiconorm die we hanteerden. Dat was de consequentie. Dus het was geen verbod. Het was alleen, waar kom je boven de renterisiconorm uit? Prima, maar dan wegen we het mee in die 15%. En is er dus een maximum aan het volume wat je op dat moment mag afsluiten voor dat product. Dat was de systematiek. En als je dan goedkeuring geeft aan producten die niet binnen de vereiste 3 jaar starten, dan maakt u daarmee ook een uitzondering, want dat ging over Vestia. Waarom gebeurde dat? Ik neem maar dat hier geen lening betrof, maar een derivatenproduct. Mm-hmm. Op dat moment hadden we ook met elkaar gezegd van ja, de 3-jaarstermijnen die in, want we hebben het over derivatenregels die uit mijn hoofd gezegd uit de eind jaren 90 stammen. Waarom zouden we die 3-jaarstermijn zo moeten vasthouden gezien de ontwikkeling in de markt? En toen is gezegd, laten we daar coulance op betrachten. Mm-hmm. Vanuit het beleid vandaan. Overigens zijn dat niet allemaal besluiten die ik eigenstandig neem. Ik wil dat nog wel even benadrukken. Maar u speelde er een rol in, nemen van die besluiten? Uiteraard, uiteraard. In 2009, dan zien we toch echt derivaten, zoals ook de Vestia, die de kenmerk hebben dat een corporatie zelf als bank optreedt, er worden swaptions uitgeschreven en zo. Dat wisten wij overigens niet dat gebeurde. Nou, dat was even mijn vraag. Was u dat bekend? Nee, dat was ons niet bekend. Zeker niet in de mate zoals dat gebeurde. Vanaf wanneer was u dan wel iets bekend dat dit soort dingen? Ja, toen wij in eind 2011 de derivatenportefeuille via de beruchte Excel-sheet, waar al vaker over gesproken is, binnenkregen. Via? De beruchte Excel-sheet. Maar via wie kregen jullie die binnen? Via Vestia. Toen wij die opvroegen, toen we in de situatie terechtkwamen dat wij nu de informatie boven tafel wilden hebben. Gaan we het misschien ook nog wel over hebben. En toen constateerden we de portefeuille en de toename van de portefeuille vanaf 2010. Maar met name ook de producten die daarin zaten. Met de liquiditeitsrisico's die daarbij zaten. Was de heer Van der Post van op de hoogte? Ik kan me niet voorstellen, want dan zou hij dat nooit... De commissarissen? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, ik geef even het woord aan collega Mulder. Ja, voorzitter, dank. Ik heb net zitten luisteren, maar ik ben toch wel ongelooflijk verbaasd wat u zegt. Het werk van u en het WSW is om risico te monitoren. Het grootste risico was het liquiditeitsrisico. En juist dat monitort u niet in uw periode. En dan zegt u, ja, achteraf. Maar iemand die monitort moet gewoon toch zijn kennis up-to-date hebben als die producten goedkeurt? Nou, dat schets ik zonder meer, dat schets ik net al. Op het moment dat de derivatenproducten afgesloten werden, dan heb ik het met name over de periode voor 2010, even niet vastpinnend op een jaar, waren die CSE's waar die liquiditeitsrisico's uit voortvloeiden niet gebruikelijk, geen usance in de sector. Dat kwam daarna, onder andere door de dreigende Europese regels als het gaat om de verrekening van margin call verplichtingen, kwam dat op gang. Op dat moment, op het moment dat je ervoor kiest om te zeggen, nou, al mijn derivatenproducten die ik heb, daar zet ik toch een CSE onder, creëer je een heel ander risico op dat moment. Toen wij eind 2008 geconfronteerd werden met die enorme scherpe rentedaling, 4 december 2008, toen zijn de liquiditeitsrisico's voor ons duidelijk geworden en wilden we die scherper gaan monitoren. Vandaar dat we dan ook die derivatentool ontwikkeld hebben. Dat ging stapsgewijs, maar we begonnen er wel mee. En we zijn toen wel die liquiditeitsrisico's scherper gaan monitoren. Dus het is niet zo, het WSW deed mij helemaal niks, maar de vraag werd net gesteld. Beoordeelde de individuele producten die aangeboden werden uit hun liquiditeitsrisico? Van dames het antwoord nee.
Maar we gingen wel degelijk vanaf december 2008 de liquiditeitsrisico's van corporaties scherp in de gaten houden. Dus die nuance wil ik wel even plaatsen. Dat is toch vreemd. Als je risico's moet monitoren, moet je juist voorbereid zijn op het onverwachte. Dan kun je toch niet eens even afwachten hoe het zich ontwikkelt. Dan heb je toch geen kennis van het product wat je goedkeurt, op het moment dat je het moet goedkeuren. Nou ja, nogmaals, op het moment dat er geen CSE, geen margin call verplichting onder zit, is er geen liquiditeitsrisico van het product. Tenzij je break clauses hebt afgesproken met elkaar. Dat kan natuurlijk altijd nog. Dus op het moment, en overigens, het WSW had ook geen inzicht in de derivatenportefeuille van corporaties. Dat wil ik ook nog eens een keer benadrukken. We hadden alle inzicht in alle leningen, die kwamen allemaal via ons langs. Maar de derivatenportefeuilles vroegen we niet op dat moment. Dat is pas na december 2008 gebeurd, toen we geconfronteerd werden met de liquiditeitsrisico's van deze producten. Ja, maar dan ben je dus te laat. Dan ben je dus eigenlijk, nou, als ik nu Brazilië en Nederland moet voorspellen, ja, dat weet ik het ook wel, 1-5. Maar het gaat erom dat je op het moment voor de wedstrijd die beoordeling kan maken. En dat is dus niet gelukt. Nou ja, als je in december 2008 verrast wordt met de ernstige liquiditeitsrisico's die op dat moment plegen, is dat zonder meer waar. Alleen als je risico. Die moet niet verrast worden, want dan ben je niet aan het monitoren als je verrast wordt. Ja, maar als je alle risico's van tevoren goed kan inschatten, dan loop je ook, hè, dan kun je risico's op een goede manier beheersen. Dat proces kwam pas echt wat later op gang. Ja, dat kunt u verbazingwekkend, daar kan ik me ook iets bij voorstellen, maar dat was wel de situatie op dat moment. Dank meneer Mulder. Meneer Rink, begin 2011, dan neemt het Warburg Fonds een nieuwe medewerkster in dienst. U noemde haar naam, Irene Muñoz. Ja. Zij komt uit de financiële wereld. Hoe beoordeelt u de kennis van mevrouw Muñoz op het gebied van financiën en derivaten? Op het gebied van derivaten? Uitstekend, goed. Zij stelt, dat is onze commissie gebleken, dat het proces van productacceptatie, waar we het net over hadden, binnen het WSW, dat dat proces niet deugt. En een maand later verandert u zelf als manager ook het beleid en zegt u geen producten meer officieel goed of af te keuren. Kunt u dat toelichten? Nou, even benadrukken. Ik verander niet zelf dat beleid. Dat is in overleg gebeurd met mijn collega's, onder andere van risicomanagement. Ik heb net gezegd, wij hebben geconstateerd vanuit compliance en juridische overwegingen vandaan van goedkeuring van producten. Is dat aan het WSW, ja of nee? Ik zei dat al. Als je een product wil verbieden, is het maar de vraag of dat het WSW zou kunnen doen, juridisch. Dat zou voor de toezichthouder meer de positie zijn. Wij hebben toen gezegd van het is aan de corporatie om die risicoafweging te maken. Niet aan het WSW, wij constateren dat achteraf. Zeker omdat je ook producten moet beoordelen in de range van de rest van de portefeuille van de corporatie. Dus stand-alone kunnen een risico bepalen. Maar het is veel belangrijker om dat in het geheel van de derivatenportefeuille van de desbetreffende corporatie af te wegen. Om even een voorbeeld te geven, als er een gestructureerd product wordt afgesloten door een corporatie voor 1 miljoen en hij heeft 1 miljard andere derivaten, plain vanilla derivaten portefeuille zitten, is het risico natuurlijk een ander verhaal dan als je ervoor kiest om 10% of 20% volume van dat product in zijn portefeuille op te nemen. Mm-hmm. Dus vanuit die overweging vandaan is toen gezegd, in overleg met mijn collega's, moeten we niet meer op deze manier doen. Dat is ook afgestemd met de directie en die was het er ook mee eens. Sterker nog, dat was ook beleid tot eind 2012, wat ik in ieder geval kan vertellen. Dan komen we wel daar was mevrouw Muñoz het overigens niet mee eens. Zij vond dat je goed of afkeuring moest geven voor producten. En dat was de discussie op dat moment. We komen daar even later wel bij een moment. Dan zit mevrouw Muñoz er nog steeds. Dan krijgt zij een product te zien dat Deutsche Bank specifiek met Vestia wil afsluiten. Dat product heet Haven. Ja. En zij beoordeelt dat, ze zegt, niet geschikt voor een woningcoöperatie van alle kennis. U geeft toen zelf aan vanuit WSW geen bezwaar en de transactie gaat ook door. Vestia koopt dat product van Deutsche Bank. Kun je dat uitleggen waarom dat dan? Nee, we hebben geen bezwaar voor het product. We hebben gezegd geen bezwaar om het aan te bieden. Dat is een ander verhaal. We hebben nadrukkelijk gezegd en ook gecommuniceerd met Deutsche Bank. Dat blijkt ook uit mailwisselingen die laten plaatsvinden. Dat ze wel degelijk op de hoogte zijn van een beleidswijziging van het WSW. Dat wij zeggen, wij keuren geen producten goed of af. Dat je het aanbiedt aan partijen, dat is aan de bank en de corporatie zelf. Maar daar zitten wij niet tussen met een goedkeuring of afkeuring. Maar dan nog, mevrouw Muñoz zegt, zij werkt officieel bij het WSW en ze zegt, dit is niet geschikt voor een woningcoöperatie. En u zegt wel, geen bezwaar dat ze het aanbieden. Dat is toch al een flagrante tegenspraak. Ja, maar dat was dus de discussie die we hadden. Dat zou een goed of afkeuring betekenen. En wij kiezen ervoor, wij als WSW, kiezen ervoor om te zeggen, we keuren geen producten goed of af meer. Dat is aan de bank en de corporatie om dat te doen. Dat was de situatie. En goed of afkeuren van producten. Dat zou je, en zo is het later ook gebeurd,
vanuit regelgeving moeten gaan organiseren. We hebben begrepen dat dat derivaatproduct, dit Haven-verhaal, zeer complex verhaal is met allerlei koppeling aan open eindes, et cetera. Waarom moet je zeggen, nee, moet je niet doen? Het wordt wel gedaan. Vestia koopt dat ding, dat is echt gebeurd, van Deutsche Bank. Er zit later in het pakket wat Capitat zegt, dat 70% deel wat niks meer te maken heeft met afdekken van renterisico's. En de WSW zit erbij en kijkt er dan naar, want ondanks dat mevrouw Muñoz zegt, moet je niet doen. Hoe kun je dat uitleggen? Nou ja, omdat het in perspectief gezien moet worden van de totale portefeuille van de desbetreffende woningcorporatie. Dat was de gedachte op dat moment. Ja, mevrouw Muñoz werd we toch binnengehaald vanwege haar verstand van al deze dingen. Maar dan heeft dat weinig zin, of wel? Nee, zeker niet. Want het gaat juist om die analyse van die portefeuille. Dat heeft ze later ook gedaan in samenwerking met Cardano, toen de derivatenportefeuille van Vestia binnenkwam bij ons, zou ik maar zeggen. Heeft zij dat project ook begeleid? Overigens, ik vroeg u net al, meneer Rinke, of vanaf 2009 zie je allerlei ingewikkelde producten, het zelfschrijven van swaptions, et cetera. Je zegt, nou ja, daar wist ik echt totaal niks van. 2011 komt de hamerslag. Maar in dat mail wat u zelf beschrijft, wat u ook wisselt met de Deutsche Bank, ik heb er hier eentje van februari 2009. Dan zegt u tegen meneer Tillaar van Deutsche Bank, Dear Klaus, intention of wiki's flexibility, but creating an awareness that they are not banks, but housing associations. Ja. Dus u zegt dat tegen Deutsche Bank, daar moeten we dan iets voor gaan regelen. Maar dat gaat toch uit van uw bewustzijn dat ze als banken zitten te handelen? Nou ja, op het moment dat een derivatenportefeuille aan het groeien is en dat je uit de sector verneemt dat er veel derivaten worden afgesloten, ja, is het wel degelijk een signaal van ja, let wel even op het blijven woningcorporaties. Dat is het signaal wat ik daarmee gegeven heb aan hen. En dus zorg ook voor dat je zorgplicht daar goed op aansluit. Uw nieuwe beleidslijn om geen goed of afkeuring meer te geven, is die met de buitenwereld gecommuniceerd? Jazeker, jazeker. Op welke wijze? Met Deutsche Bank, want die was op dat moment met dat product bezig om dat weg te zetten. En toen is daarop, uit mijn hoofd gezegd, per telefoon is daar een mededeling van gedaan. En in een latere fase zouden we een afspraak met elkaar maken om dat te bespreken. Maar de productacceptatie zoals we die, want dat wilden we wel degelijk doorzetten, dat wilde ik er nog wel even bij zeggen. Maar voor intern gebruik, we wilden wel degelijk weten wat voor risico's zitten in producten, om straks mee te kunnen wegen als we de analyse van de totale derivatenportefeuille maken. Wat ik al zei, het gaat dus niet om de stand-alone beoordeling van een product met een goed of afkeuring, maar wel een interne assessment van het product om die straks te kunnen gebruiken bij de analyse van het derivatenportefeuille van de corporatie. Ja, dat is toch interessant hoe zo'n discussie dan bij het WSW toen liep. Zeker met mevrouw Muñoz die er verstand van had. Maar andere mensen hadden er aanzienlijk minder verstand van. Dan zou je toch denken van je pikt een signaal op. Hè? Het ging om, het signaal werd zeker opgepikt, vandaar dat we ook een goede open discussie erover gehad hebben. Maar het ging erom dat in dit geval ook een compliance afweging gemaakt werd. En die compliance afweging met name vanuit risk vandaan. En nogmaals, degene die daar zat was ook een professional. Vanuit de compliance achtergrond vandaan. En die zei van ja, ik vind het niet verstandig om het op die manier te doen. Goed, meneer Rink, op 9 augustus 2011 is er een directieoverleg tussen het Warburg Fonds enerzijds en de financiële toezichthouder, Centraal Fonds, CFV. We hebben gelezen in de notulen van het overleg, van het directieoverleg, Van der Post, directeur WSW, begrijpt het gebruik van derivaten door woningcorporaties. Via een productacceptatieproces maakt het WSW de risico's en de effecten van derivaten inzichtelijk. 9 augustus 2011. Hoe verhoudt zich dit nou tot dat gewijzigde, begin 2011 gewijzigde WSW-beleid op dat punt? Er was toch geen productacceptatieproces meer? Jazeker, alleen dat ging, wat ik net vertelde, niet een productacceptatieproces om te zeggen we keuren een product goed of af naar de buiten toe. Maar wel degelijk om een assessment van het product te maken om de risico's in lijn met de derivatenportefeuille van de corporatie te kunnen doen. De keuze die we maakten was niet om goed of afkeuring aan een bank te geven van een product, maar om bij het risicoassessment van de corporatie het product, als we dat aantreffen in de portefeuille, mee te wegen in wat we van de corporatie vonden, wat voor risico we daarin zagen. En ik ga ervan uit, ik ben niet bij de directieoverleg geweest, maar zoals u het nu voorleest, ga ik ervan uit dat de heer Van der Post daarop doelde. Maar dan moet ik toch concluderen dat meneer Van der Post, 9 augustus 2011, dat hij dat advies van mevrouw Muñoz dan over dat product van Deutsche Bank nooit heeft gezien. Anders zou hij dit dan toch niet zo zeggen. Mevrouw Muñoz zegt letterlijk, niet doen, product heven,
niet geschikt voor corporaties. Ging het over het product Heven, de opmerking die hij daar maakte? Of nee, ging dat, het over was, het dat was wat mevrouw Munoz zei. En daarna komt er een directieoverleg met het CFV en zegt directeur van de Post, we begrijpen het gebruik van derivaten door woningcorporaties en we hebben dan een productacceptatieproces. Dat maakt het mogelijk voor ons risico's en effecten van derivaten inzichtelijk te maken. Precies. Mevrouw Munoz had inzichtelijk gemaakt dat het geen goed product was. Het Heven product waar we dit geval over hebben. Ja, maar ik denk dat hier een algemene opmerking, omdat ik het hierin interpreteerde, want ik was niet bij het overleg aanwezig, maar als ik het zo beluister, heeft hij het over de algemene procedure, niet specifiek over het product Heven. Maar het blijft feit dat we nog steeds een productacceptatieprocedure aan het ontwikkelen waren op dat moment. Nogmaals, om die interne afweging te kunnen maken, wat voor risico lopen met zo'n product. Even naar uw eigen opvatting, meneer Rink. Dat product dat was ook gebaseerd op een index met valutakoers en zo, allemaal heel ingewikkeld. Was dat naar uw mening nou een gepast product voor een woningcoöperatie? Nee. Ik was het wat dat betreft inhoudelijk met mevrouw Munoz de analyse eens. Oké. Was het naar uw mening u wel toegestaan vanuit regelgeving die er ook al was vanuit het Rijk? We hebben circulaires gehad van het ministerie over open posities en ga zo maar door. Was het toegestaan vanuit de regelgeving? Hebben we op dat moment niet als assessment meegewogen of dat zo was, ja of nee. Dus dat vind ik lastig om te beantwoorden. Voel u wel enige verantwoordelijkheid om te toetsen aan het beleid van het Rijk op dit punt? Ja, ik denk niet dat het nou op de toetsen zozeer is, maar alle corporaties moeten compliant zijn met wet en regelgeving. Daar mag geen enkele discussie over zijn. De vraag is of het WSW die verantwoordelijkheid zou moeten dragen, ja of nee. Maar op het moment dat we kunnen constateren dat iets volstrekt is, niet in lijn is met wet en regelgeving, zonder dat daar een interpretatie voor nodig is, want daar zijn wij niet van. Daar is de financieel toezichthouder voor benoemd. Dan lijkt me dat voor de hand liggen. Maar u was wel de borgsteller en begrijpt u de vraag van collega Mulder dat onze commissie toch erg verbaasd is dat deze fases waar het WSW doorheen gaat, dat wel erg tegenstrijdig allemaal overkomt. En tegenstrijdig in welke zin? Nou ja, u haalt mevrouw Munoz binnen met verstand van zaken. Die zegt iets moet je niet doen. Het gebeurt wel. Het gaat niet naar de buitenwereld een signaal van het past niet binnen de regels of we hebben dat getoetst of liquiditeitsrisico's zitten eraan. Het is niet geschikt. Hadden we niet moeten doen, dat gebeurt allemaal niet. Dat klinkt tegenstrijdig. Nou ja, niet als je het, dat probeer ik net, vanuit het perspectief van compliance, wat is je positie als WSW? Wat is je positie als borgsteller, als risicomonitor, waar we het net over hadden? Dat is de vraag, ja. Ja, en op dat moment is het assessment gemaakt vanuit compliance overweging vandaan van ja, kunnen wij een product goedkeuren, ja of nee? En daar is het antwoord op geweest. Nee, we moeten geen producten goed of afkeuren. Dat is aan de corporatie om daar een oordeel over te vellen via zijn productacceptatieprocedure. Waar wij over gaan is het risico beoordelen in lijn met de derivatenportefeuille van de individuele woningcorporatie. Die afweging is toegemaakt. Dat is hetgene wat u aantreft. Dus het is niet zozeer als wij een product goed of fout vinden, en dit product vonden we niet goed, dat we dat ook meteen, dat is dus de afweging die gemaakt is van, we roepen dat niet meteen naar de bank toe, maar we wegen dat wel mee in het risico wat daar plaatsvindt. Ja, maar als er daarna dus liquiditeitsrisico's uit voortvloeien, dan gaat u dat dan wel weer borgen? Mits dat nodig is, ja. Ik geef het woord aan de heer Bashir. Voorzitter, om heel eerlijk te zijn, volg ik de heer Rink niet meer. Want u zegt, meneer Rink, dat u het met mevrouw Munoz eens was. Ja. Zij zei van, doe het niet. En toch heeft u gezegd van, we hebben geen bezwaar. Nee, het verschil is dat ik het inhoudelijk met het assessment eens was van mevrouw Munoz. Dat dit een product was wat niet geschikt is voor een woningcoöperatie. Maar wat doe je er vervolgens mee? Dat is de tweede vraag. Ga je dan een product af of goedkeuren? Of ga je zeggen, nee, we onthouden ons van goed of afkeuring. En we gaan vervolgens het product, als het afgesloten wordt, toetsen bij de risico's zoals die gelopen worden bij de woningcoöperatie zelf. Dat is de afweging die gemaakt is. Ja, het Waarborgfonds geeft borgingen af. En vanochtend waren hier twee heren van Capitat, de heer Van der Wansen en de heer Werner. En zij zeiden van dat het WSW geeft de borging op de krediet. Om de borging te kunnen geven, moet hij de risico's zien. Dus ook zicht hebben op de risico's van derivaten en welke derivaten zijn afgesloten.
Dus kunt u mij dan nu uitleggen van hoe kunt u nou een borging afgeven op het moment dus dat u geen zicht hebt op de risico's van derivaten en ook nog eens aan de woningcoöperatie zelf de afweging geeft om zelf te bepalen welke derivaten zij willen afsluiten? Nou ja, in dat opzicht, we hebben het nu over derivaten, maar er zijn natuurlijk ook andere risico's die woningcoöperaties lopen. Ook daarvan, binnen de kaders die er wettelijk zijn, zal ik maar zeggen, kunnen coöperaties risico's lopen. Hetzelfde geldt voor de derivatenportefeuille. Er was op dat moment geen verbod vanuit de toezichthouders vandaan. Dus die risico's die konden gelopen worden. Alleen het ging er natuurlijk om die risico's binnen de perken te houden, daar waar mogelijk. En dat was precies hetgene waar wij op toetsten als WSW. Ja, en dus had u mevrouw Munoz binnengehaald, ja, die daar zicht op had en die daar verstand van had. Maar als haar mening dan vervolgens toch er niet meer toe deed, wat was dan haar toegevoegde waarde? Nou, we komen hier een keer op hetzelfde terug. Haar mening deed er wel degelijk toe. Alleen, het verschil is, wat doe je vervolgens met de constatering die je gemaakt hebt met elkaar? En daar is nadrukkelijk de afweging gemaakt, niet door mijzelf, in overleg met mijn collega's, is toen de afweging gemaakt, ja, maar vanuit compliance oogpunt vandaan, wat is nou je juridische positie als WSW? En dat is een worsteling. Wat is je juridische positie als WSW om goedkeuring of afkeuring over individuele producten te geven? Je moet je toch bezien, en die tendens was er op dat moment ook, omdat onze risicomonitoring zich steeds verder professionaliseerde, om dat in het licht te bezien van de totale derivatenportefeuille van de woningcoöperatie. Dus op dat pad zijn we ook verder gegaan, waardoor we op een gegeven moment ook via de derivatentool ook de derivatenposities van alle coöperaties binnenkregen. Op één uitzondering na, die we aan het eind van 2011 binnenkregen, ja, namelijk die van Vestia. Daar kom ik zo meteen bij u op terug, meneer Rink. Ik ga nu nog even naar 2007 met u. Want het Waarborgfonds is toen overgestapt van projectfinanciering op bedrijfsfinanciering. En toen is er een faciliteringsvolume ingesteld die afgegeven werd voor een periode van maximaal 3 jaar. Waarin de coöperatie in feite meer vrijheid kreeg in het aantrekken van financiering. Essentieel hierin is het bestedingscontrole. Is de bestedingscontrole. Geven de coöperaties het geborgde geld aan de juiste doelen uit? En de vraag is dan ook van, hoe controleerde het Waarborgfonds of de bestedingscontrole ook plaatsvond? Ja, even een correctie voor het begin van de vraag. Projectfinanciering en bedrijfsfinanciering. Dat was eind jaren 90, begin 2000 al doorgevoerd. Dat er afgestapt werd van per project beoordelen, per project financieren naar bedrijfsfinanciering toe. U heeft volkomen gelijk als we zeggen, in 2007 is er een omslag geweest in de manier van faciliteren door het Waarborgfonds. Daar waar in eerste instantie gekeken werd naar borgingsruimte, werd dat nu het faciliteringsvolume voor een maximale periode van 3 jaar gekeken. Ja. Nou, die maximale periode van 3 jaar werd alleen toegekend aan coöperaties met monitorprofiel 1. Dat was bij ons de coöperatie waar we het minste risico verwachten. Vervolgens werd al nagelang het risico wat we constateerden, werd teruggebracht naar 2, 1 jaar of zelfs naar 0. En moesten ze wel weer per lening, zal ik maar zeggen, bij ons langskomen voor facilitering. Had alles te maken met enerzijds om coöperaties ook effectief te kunnen laten opereren op de kapitaalmarkt bijvoorbeeld, met het aantrekken van financiering. Dat je dus niet per lening hoeft te gaan wachten tot alles rond was, maar dat op voorhand al duidelijk was, dit is mijn ruimte, mijn kredietruimte, laat ik het maar even zo noemen. Ja. Maar wat de coöperatie wel moest doen, is dat hij jaarlijks bij ons een, dat noemen we nu DPI, zal ik maar zeggen, prognosegegevens moest invoeren. En op basis van die prognosegegevens, daar werden de projecten ingevoerd. En werden de bestedingen ook verantwoord. Of niet, ik moet niet zeggen verantwoord, want dat gebeurde in de DPI achteraf. Maar werden ze wel opgenomen, waardoor je kon controleren, deze coöperatie heeft dit risico, heeft deze financieringsvraag en deze projecten lopen, waardoor we een match konden maken van, hey, waar besteden die coöperaties middelen uit aan. En dat controleren we achteraf via die DVI, wat ik net schetste, die verantwoordingsgegevens. Dat was de situatie. Ja, maar over Vestia bestaat al in 2008 twijfel over de besteding van dat geld, wat ze in een faciliteringsvolume hadden gekregen. Geborgd geld. Hoe heeft het Waarborgfonds geprobeerd dat twijfel weg te nemen? Ja, dat hebben we op diverse momenten, diverse malen geprobeerd. Ik redeneer nu even vanuit de situatie zoals ik die ook ken vanuit mijn lidmaatschap van de borgingscommissie. Die ingesteld is uit mijn hoofd gezegd eind 2008. Daarin constateerde je ook vanuit de accountmanager vandaan, vanuit de risicomanager vandaan,
continue zoektocht van ja, wat zijn nu de risico's waar we mee te maken hebben. De performance is goed van Vestia, volkshuisvestelijk. Er werd veel geïnvesteerd. Financieel, qua vermogen, zag het er ook allemaal goed uit. Alleen ja, de derivatenportefeuille, natuurlijk vernamen we wel dat Vestia actief was in de markt. Alleen hoe groot is dat nu? En wat is nu het risico wat eruit voortvloeit? Nou, diverse malen zie je ook terugkomen dat wij inzicht wilden hebben in die derivatenportefeuille. En diverse malen zie je ook terugkomen dat dat inzicht, nou laat ik het zo zeggen, mondjesmaat dan wel via allerlei zijwegen binnenkwam, maar nooit, patsboom, dit is het risico zoals het er nu uitziet. Ja, en dan komt uiteindelijk dat inzicht er, namelijk in 2009. Want dan blijkt dat Vestia het geld gebruikt om bijstortverplichtingen te kunnen voldoen. Dus om margin calls in feite te betalen. Ja. En dan is onze vraag van tot welke maatregelen heeft dat toen geleid? Heeft het Waardebronfonds actie ondernomen? Ja, dat was een situatie dat wij binnen ook dat faciliteringsvolume zoals we dat gaven, het vermoeden hadden dat doordat Vestia continu aan het herfinancieren was binnen die periode, het ondoorzichtig was, laat ik dat woord even gebruiken, ja, van hoe verloopt nou de besteding van de middelen zoals Vestia die gekregen heeft. Zeker ook in lijn met de beleggingsportefeuille die aanwezig, de liquide middelen, laat ik het even zo vertalen, die aanwezig waren bij Vestia, om dat goed op een rij te krijgen. En op dat moment hebben wij ook indringend gesproken met Vestia, om eens inzicht te krijgen, laat maar zien, je zegt dat je dit nodig hebt, maar laat maar zien waarom en hoe je dat nodig hebt. Want wij constateren dat er liquide middelen aanwezig zijn. Wij hebben geen goed zicht in de besteding van de middelen. Dat gesprek heeft toen plaatsgevonden. Dat heeft ook geresulteerd in de brief van april 2010, die aan interpretatie onderhevig is, als ik dat een beetje mag zeggen op basis van wat ik in de vorige verhoren heb gehoord. Onze bedoeling met deze brief was duidelijk aan te geven, wij verwachten een afbouw van de liquiditeitspositie van Vestia. En daar staat bij, al naar gelang de marktomstandigheden dat toelaten. En dan hebben we met name natuurlijk over verplichtingen die ze vanuit margin call zouden hebben. Maar die moest wel afgebouwd worden. En dat was de bedoeling van deze brief toegestuurd. Ja, nu je het toch over die brief hebt, pak ik die brief even bij je. Ja. Het is van 27 april 2010. Deze is, ik weet niet of het door u ondertekend is, maar in ieder geval de relatiemanager van het Waarborgfonds. Het is gestuurd naar Vestia. Ja. En daarin zegt u als het Waarborgfonds dat u een faciliteringsvolume beschikbaar stelt voor Vestia van 2,2 miljard euro. Ik moest even de nullen tellen, maar het is 2,2 miljard. Ja. Maar als wij dan in dezelfde tijd kijken van hoeveel leningen al Vestia had, dan komen wij op ongeveer 5 miljard, 5,5 miljard. Dus onze eerste vraag is van, hoe kan dit nou? Waarom heeft u een faciliteringsvolume beschikbaar gesteld van 2,2 miljard, terwijl de leningportefeuille 5, 6 miljard was? Nou ja, even mijn analyse als lid van de borgingscommissie. Is dat er een stuk herfinanciering in zit. Want we hebben het waarschijnlijk over een termijn van 3 jaar uit, maar overzegd wat toen verstrekt is. En je de mogelijkheid had om binnen 2 jaar opnieuw te herfinancieren. Dat paste binnen de regels. Vestia had, als je kijkt naar de portefeuilleopbouw, lening heb ik het dan over, een behoorlijk stuk kort zitten en een heel stuk heel lang zitten. Daar zat weinig tussenin, laat ik het maar zo zeggen. Dat was het verloop van de portefeuille. Dus er zit ongetwijfeld een stuk herfinanciering in, wat daar mee ging. En Vestia was een sterk investerende coöperatie. Dus als het proces zorgvuldig doorlopen is in, hè, wat ik net schetste met de prognosegegevens, met de controle achteraf, dan is dat bedrag van 2,2 miljard, wat veel is, absoluut waar, maar wel voor een periode van 3 jaar. Kijkend naar de investeringen die ze aan doen, maar kijken naar de aard van de portefeuille, kan ik dat op die manier verklaren. Ja, maar het is veel geld. Het is veel geld inderdaad. En wat ook nog opmerkelijk is aan deze brief, is dat u schrijft dat het Waarborgfonds toestaat dat Vestia beleggingen mag aanhouden voor het voldoen aan de bijstandverplichting, zolang dat nodig is. En dan spreekt u over de zogenaamde swapfaciliteit die dat mogelijk maakt. Vestia moet wel, net als andere corporaties, iedere kwartaal informatie aan het Waarborgfonds sturen over de derivaten. Ja. En het faciliteringsvolume is na diverse correcties die daarop plaatsvinden, dubbeltellingen, gedane investeringen in 2010 aangetrokken leningen, komt het uiteindelijk neer op 1,17 miljard.
Kunt u ons uitleggen wat nou de swapfaciliteit inhoudt? De swapfaciliteit is tot stand gekomen naar aanleiding van waar we het net al over hadden, de december 2008 situatie. Waarbij dus we liquiditeitsrisico's constateerden bij woningcorporaties. En toen is gekeken naar een, ik noemde het net maximering, maar in ieder geval een grens te stellen aan de liquiditeitsrisico's die corporaties zouden mogen lopen. Op basis van een derivatenportefeuille. En toen is gekeken naar hoe kun je dat nou inzichtelijk maken en hoe kun je dat nou laten zien, dit is uw limiet. Want daar hebben we het dan over. En toen is een systeem bedacht, ontwikkeld. En we zeggen, oké, we proberen zoveel mogelijk, en dan heb ik het over mijn collega's van risicomanagement en mijn team, proberen zo dicht mogelijk, en beleid, zo dicht mogelijk bij onze bestaande systematiek te blijven. En daarbij werd gekozen, we hadden op dat moment een systematiek van WOZ-waarde, 50% van de WOZ, dat was het maximum wat corporaties geborgd konden krijgen aan leningen bij ons. Minus de bestaande leningen, portefeuille, allerlei correcties toe te passen. Het faciliteringsvolume wat beschikbaar is gesteld. En dat resulteerde dan in een maximaal te lopen liquiditeitsrisico van de corporatie. Dat was wat de swaplimiet inhield. Ja, maar als je al die ruimtes bij elkaar optelt, dan kom je natuurlijk wel op een groot bedrag. We hebben het over de swapfaciliteit, de faciliteringsvolume, de eigen beleggingen. Ja. Maar dan geef je toch een woningcorporatie ook heel veel ruimte om risico's te nemen, want ze hebben toch een heel groot pot met geld achter de hand. Nou nee, de kern daarvan was dat het een maximum is. Het is geen kredietfaciliteit. Dat is ook zo bevestigd aan corporaties. Ja. Het is dus geen trekkingsrecht wat je daarmee krijgt. Het is een risicomonitoringstool van ons vandaan. Daar moet je binnen blijven. En uiteraard zo weinig mogelijk liquiditeitsrisico lopen. Dat is ook diverse malen ook. Er is bijvoorbeeld ook een mail uitgegaan van ons hoofdrisicomanagement naar een grote woningcorporatie die eigenlijk eenzelfde vraag had van is het nou een limiet of is het een faciliteit? Nee, het is een limiet. En daar moet je je ook zorgvuldig aan houden. En op die manier is er ook op gestuurd. Ja, want die swapfaciliteit is toen eigenlijk ook geïntroduceerd, toch? Dat is uit mijn hoofd gezegd is hij ergens begin 2010 geoperationaliseerd. Ja. Kunt u aan ons uitleggen of dit ook aan de achtervangers, namelijk het Rijk en de gemeenten, is gecommuniceerd? Dat zij ook hier expliciet mee hebben ingestemd? Ik ga ervan uit dat het op zijn minst met ze gecommuniceerd is. Maar ik zat niet bij die gesprekken, dat deed mijn collega van beleid. Maar ik ga ervan uit dat het wel gecommuniceerd is. Het is in ieder geval overal, ook op de website, terug te vinden. Dus, ja. Maar waar kunnen we dat vinden? Dat u dat het Waarborgfonds dat met de achtervangers heeft gecommuniceerd? Dat zou dan in de natuur moeten staan. Dat is een nieuwe faciliteit wat geïntroduceerd wordt. Dat zou dan in de natuur van de achtervangers overleggen. Maar nogmaals, ik was niet bij die gesprekken aanwezig. Dus ja. Ik weet dat niet. Dan nog even terug naar die eerste bijstortverplichtingen die eind 2008 ontstaan. Op datzelfde moment komt daarna het Waarborgfonds met een derivatentool die per kwartaal het risico van elke corporatie in beeld moet brengen. Dat gebeurt ook bij Vestia. Dat zij ook zij hadden dezelfde verplichting als alle andere corporaties. Dat zij gegevens moesten invoeren in het derivatentool. Die verplichting hadden ze, ja. Ja. Maar deden ze dat ook? Het antwoord is nee. En waarom deden ze het niet? Nou ja, goed, wat ik in ieder geval nog kan reconstrueren uit hetgeen wat ik tegen ben gekomen, was dat ze op de een of andere manier het voor elkaar kregen om die portefeuille niet aan te leveren. En een van de motieven was, voor zover ik kan terughalen, was dat ze zeiden, ja, die derivatentool die kan alleen maar payer swaps handelen. Dat vonden we overigens op dat moment nog enigszins acceptabel. Zo'n tool moet je ook ontwikkelen. Omdat nou, meer dan 90% van alle swaps die afgesloten werden door corporaties, payer swaps waren. Reguliere, plain vanilla swaps. In principe, qua potentie, niks aan de hand. Zij hadden alleen een ander gesamenstelde portefeuille, was het verhaal. Dus ja. Die kun je er toch niet in kwijt. Dus, maar we hebben wel degelijk, nou ja, zoals we net ook bespraken, diverse malen. Ja, dat is leuk en aardig, maar je hebt toch die verplichting om je derivatenportefeuille aan te leveren. De heer De Vries die verklaarde hier dat hij zijn gegevens daar niet in kon voeren, omdat hij bijzondere derivaten had. Ja. En daarom dus niet verplicht was het te doen. Nou, en dat was ook besproken. Die ontheffing heeft hij nooit gekregen. Nou. Maar wat heeft u vervolgens daaraan gedaan? Dat er geen informatie werd verstrekt in de vorm van invoeren van de gegevens in de derivaten toe? Kon u de gegevens niet gewoon op papier opvragen? Oh, dat hebben we ook diverse malen gedaan. In 2008? Ja, als waar begon het enige keer dat wij de gegevens tussendoor van Vestia ontvangen hebben, was in de situatie december 2008.
Als ik me goed herinner was de heer De Vries toen op dat moment in Londen, maar dat hoorden we achteraf. En toen hebben we bij de back-offers, waar dat ook al besproken is hier aan tafel, hebben we toen opgevraagd van lever onze derivatenportefeuille aan. Want we moeten weten of Vestia op dit moment liquiditeitsproblemen heeft. Toen hebben we een overzicht van de derivatenportefeuille gehad, die overigens toen substantieel kleiner was dan de bedragen waar we het nu over hebben. Ja. En daarna is het tot eind 2011 niet integraal aangeleverd aan het WSV. Ja, en dus tot 2011 had het waarborgfonds geen zicht op de liquiditeitsrisico's die Vestia liepen? Nou ja, hebben we ons teruggevallen, zal ik maar zeggen, op de accountantsverslagen zoals die geven. We hebben het rapport van Deloitte bijvoorbeeld ook ontvangen. En dat was eigenlijk de basis waarop we comfort zouden moeten krijgen bij de portefeuille van Vestia. Ja. Het feit dat Vestia geen gegevens aanleverde, was ook een voer voor de borgingscommissie, waar u ook zelf in zat. Ja. Dat zei je net zelf ook, ik zat daar in de borgingscommissie. Als de borgingscommissie te weinig informatie had om een goede risico-inschatting te maken, welke maatregelen werden dan genomen? Dat kon verschillend zijn. Het kon zijn dat het faciliteringsvolume op nul werd gezet. Nee, dus dat betekent dat op dat moment de corporatie per lening bij ons langzaam moet komen. Het kon in het meest extreme geval, dat was het meest extreme middel waar het WSW zou kunnen inzetten. Je zegt, we trekken je kredietwaardigheid in. Dat zal niet op basis van een gebrek aan informatie geweest zijn. Dan moet er meer aan de hand zijn uiteraard. Want nogmaals, dat is het zwaarste middel wat je kan toepassen. Maar faciliteringsvolume op nul zetten, dan wel beperken. Niet 3 jaar, maar 2 jaar of 1 jaar geven. Ja. Dat soort mogelijkheden laag in de range om toe te passen. En in het geval van Vestia? In het geval van Vestia, als je de verslagen terugleest ook van de borgingscommissie, et cetera, is het opvallend dat, en ik heb dat ook wel genoemd, dat Vestia erin slaagde om de bomen in het bos te verstoppen. Iedere keer in slaagde om of afspraken te maken van oké, we leveren het wel aan, maar op een later moment in de tijd. We willen best een externe mee laten kijken. Het voorstel hebben we bijvoorbeeld ook een keer gedaan. Sterker nog, het is er zelfs een keer voorgekomen dat de riskmanager daar op bezoek was en inzicht kreeg in de bekende Excel-sheet van De Vries. En op die manier leek het alsof er comfort werd geboden van oké, nu gaan we ook echt daadwerkelijk wat doen. Totdat we het zat waren, dan heb ik het hier over de situatie augustus 2011, we zeiden nu is het afgelopen. Was overigens Nou gaan we te snel. Okay. Nog even terug naar 2010. Ja. Dan komt dat onderwerp ook ter sprake in de borgingscommissie. Ja. En uit ons onderzoek blijkt dat de risicomanager van het Waarborgfonds de borgingscommissie heeft geadviseerd om al in 2010 geen faciliteringsvolume meer aan Vestia ter beschikking te stellen. En toch heeft de borgingscommissie anders besloten. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik denk dat moet je altijd in de context. Dat was ook de bedoeling van een borgingscommissie. Dat je met elkaar alles met de input van zowel de accountmanager als de risicomanager. Als van de overige leden van de borgingscommissie. Ieder vanuit zijn expertise vandaan een besluit moet nemen. En ik heb het op dit moment niet letterlijk paraat. Maar ik kan me voorstellen dat als je in een borgingscommissie bij elkaar zit. En een bepaalde toezegging krijgt of een bepaald comfort lijkt te krijgen. Je zegt nadrukkelijk lijkt te krijgen. Dat je toch besluit om te zeggen, we faciliteren wel op dat moment. Maar wat belangrijker was, aan mijn hoofd zegt in 2010, was dat we zeiden, wij willen die derivatenportefeuille hebben. Ik heb zelf ook wel eens gebeld, we willen die derivatenportefeuille hebben. En dan was het antwoord heel simpel, u gaat maar naar de heer Staal. Die moet dat vrijgeven. En... Maar nogmaals even terug, naar dat moment, want jullie hebben een vergadering en iemand bereidt dat voor. Ja. De risicomanager die... moet op de risico's letten, zowel voor het Waarborgfonds als voor het Rijk en voor de gemeente, want die zijn achtervang. Ja. Die krijgt de gegevens niet aangereikt. Die ziet dat er onvoldoende gegevens zijn om een goed besluit te nemen. En die zegt van, nu is het genoeg geweest, borgingscommissie, we gaan het faciliteringsvolume voor Vestia op nul zetten. Zij krijgen geen geld meer. Het is nu genoeg geweest. En toch besluit u daarvan af te wijken. En dan is de vraag, waarom heeft u daarvan afgeweken? De borgingscommissie heeft ervan afgeweken. Juist. Ik ga ervan uit, maar dat is even een hinein-interpretatie, van mij betreft, dat op dat moment een aantal voorwaarden gesteld werden. Want faciliteringsvolume op nul, dat is in die range die ik net schetste, de situatie op het moment dat een aantal voorwaarden niet voldaan is, of nog moet worden voldaan. Zo kan ik me dat voorstellen dat het ook opgeschreven is. En een van die voorwaarden zal ongetwijfeld geweest zijn, we willen de derivatenportefeuille van Vestia inzien.
Daarom schets ik net even de situatie dat het zo werkt dat als je die opvraagt bij Vestia, je meteen langs Erik Staal moet lopen. Dat was altijd het standaard antwoord. En op het moment dat dat gebeurt, zal onze bestuurder als verantwoordelijke voor de borgingscommissie bij de heer Staal zich moeten vervoegen om het op te vragen. En ik weet dat een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden tussen onze bestuurder en de heer Staal, waarin dat onderwerp nadrukkelijk is besproken. Dus ik kan me voorstellen dat dat met het vooruitzicht van de invulling van de voorwaarden toen zo gegaan is. Ja. En welke rollen speelde de heer Van der Post hierin? Wie nam de besluit uiteindelijk in de borgingscommissie? De borgingscommissie, we hebben verschillende charters gehad. Het charter was dus eigenlijk, ik noem het statuut van de borgingscommissie. En uiteindelijk was er één rode draad, de bestuurder, was uiteindelijk degene die het veto had, dan wel degene die de definitieve besluiten bekrachtigde. En er speelde ook de reputatie een rol, namelijk de reputatie van Vestia, want zij gold als een autoriteit en de financiële man gold als een autoriteit. Ik denk dat wat dat betreft wel, kijk, ik zei net al, Vestia had een uitstekend track record als het ging om het investeren van in de sector. Als je kijkt naar het vermogen van Vestia. Ja, dat was substantieel, laat ik het zo zeggen. Dus we hadden geen aanleiding om op andere vlakken dan de derivatenportefeuille, waar we dus het inzicht niet hadden, te veronderstellen dat we daar ernstige risico's liepen op dat moment. Maar was u uiteindelijk ook bang voor Vestia? Ik persoonlijk niet, maar... En waarborgfonds? Nou, ik denk dat de heer Staal was een dermate dwingende persoonlijkheid. Dat het niet makkelijk was om hem te overtuigen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Bang zou ik niet in mijn mond willen nemen. En de heer Van der Post? Dat zult u aan hemzelf moeten vragen. Ik heb niet gemerkt dat hij bang was voor de eerste. Nee, want het is wel iets wat opvalt. Hè? Mevrouw Munoz adviseert van, keur deze producten niet goed. En vervolgens worden ze toch aan de corporaties overgelaten, van doe het zelf maar. De riskmanager van Waarborg van zegt van, nu moeten we het faciliteringsvolume op nul instellen. Toch een ferme beslissing van hem, of een ferme advies van hem. Daar wordt van afgeweken. En dan is mijn vraag van, waarom? Wat speelt daar nou... Wat natuurlijk wel opvalt, even in de context zoals de borgingscommissie is ingestoken, dat je het primaat, en dat is meerdere malen ook gezegd, het primaat bij de borgingscommissie ligt bij riskmanagement. Als riskmanagement vindt, zo moeten we het doen, dan moet je van goede huizen komen, hè, zo wordt letterlijk gezegd, om daarvan af te wijken. Dus er is kennelijk door het hoofdriskmanagement in samenspraak met de rest van de collega's van de borgingscommissie, en ik weet dat niet exact meer, maar goed, dat kan ongetwijfeld in de notulen nagelezen worden. De afweging gemaakt, er gaat een gesprek plaatsvinden met Staal, waarin duidelijk wordt gemaakt dat die portefeuille daadwerkelijk aangeleverd moet worden. Zo kan ik me daar iets bij voorstellen. Dat is een volstrekt andere situatie dan bij het Haven-product, waar we het net over hadden, waarin mevrouw Munoz adviseert van niet goed of afkeuren. Dat was een andere situatie, had ook niet zozeer, Vestia ging het product afnemen, maar het ging om een product van Deutsche Bank. Dus dat was wel een andere situatie, maar terug naar de borgingscommissie. Ik kan me voorstellen dat dat zo op deze manier tot stand is gekomen. En ik weet dat die gesprekken tussen de heer Staal en de heer Van der Poort daadwerkelijk ook plaatsgevonden hebben. En als u het nou kort moet samenvatten, van wat was nou de doorslaggevende reden of argument om ondanks het advies van de riskmanager toch nog weer geld, borgingsgeld beschikbaar te stellen aan Vestia? Welke reden noemt u dan? Ik denk dat er... op dat moment sprake van was dat Vestia een bepaalde mate van openheid dan wel beloftes had gedaan over het aanleveren van de portefeuille, waar uiteindelijk toch besloten is om dat te doen. Maar dat zou ik in een natuurlijk naam moeten lezen of dat ook daadwerkelijk het geval was. Maar ik weet wel dat het een bezoekje waard is geweest bij de heer Staal. Dat weet ik zonder meer. Ja. Maar dat was het jaar daarvoor ook. We hebben ook hier de heer Wevers gehad, de financiële directeur van... Vestia. Ja. En hij zei van, stel nou dat toen het advies van de riskmanager opgevolgd was en er geen borgingsruimte ter beschikking was gesteld, dan hadden we geen verlies van 2 miljard gehad, want toen stonden we nog in de plus, dus hadden we ook nog eens een dikke winst gehad. Kunt u dat volgen? Nee, want als het WSW faciliteringsvolume op nul had gezet, dan had ik de bekende reactie al wel verwacht, dan was er meteen een hoop stampij gemaakt. En er werd de hele wereld erbij gehaald dat het toch vooral een schande was. Maar we hebben het afgelopen keer ook gezien dat het WSW op deze manier zich manifesteerde. Dus ik vind dat een wat makkelijke redenering. En dan toch terugkomend hierop. Durfde het Waarborgfonds dat niet aan? De stampij en het feit dat... We hebben het in andere situaties wel meegemaakt. Denk aan de woonbroncasus, waarin het WSW nadrukkelijk heeft gezegd, we borgen dat niet. Was het wel degelijk een overweging geweest. Alleen op de een of andere manier, daarom noemde ik het verstoppen van de boom in het bos,
was het toch weer mogelijk om, ik noem het maar eventjes, te ontsnappen tot dus augustus 2011. Want dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Goed. Meneer Rink, we gaan gewoon verder. Even kijken, waar was mijn verhaal? Nee, goed. Bomen in het bos. Ja. Bomen in het bos. Nou ja, dat het dus op de een of andere manier continu met nou ja, het doordruppelen van informatie of het schijnwekken dat men mee zou willen werken, mogelijk was om toch een jaar verder te rollen. Nogmaals, tot augustus 2011. En toen hebben we met elkaar gezegd van, dat gaan we niet meer doen. Stoppen ermee en we gaan nu een diepgaand onderzoek instellen naar de risicosituatie bij Vestia. Het was natuurlijk niet jaarlijks wat dat soort dingen aan de orde kwamen, want Vestia moest ook per kwartaal, zoals we net hebben besproken, gegevens aanleveren in derivata toe. Dat deden ze consequent niet. Waar zorgde dat voor? Was dat ook aanleiding om iedere kwartaal weer achteraan te gaan? Kunt u voorbeelden noemen? Nou goed, de derivatentool was een verantwoordelijkheid van risicomanagement. Dus als ze constateren dat de zaken niet binnenkwamen, laat ik het maar zo zeggen, dan ga ik ervan uit dat er een signaal werd afgegeven aan de accountmanager. Toen ik hoofdaccount werd vanaf eind 2009, dus in het jaar 2010, laat ik het even zo zeggen, werd dat signaal ook afgegeven. Dat zie je ook in de mailwisseling terug te komen tussen de accountmanager en de risicomanager. Van hey, we missen die noodzakelijke informatie om besluiten te kunnen nemen. Het werd niet per kwartaal van, oh, Vestia is weer niet binnengekomen. Ho, wacht eventjes. Het werd eigenlijk meer gekoppeld aan op het moment dat een verzoek om facilitering binnenkwam van Vestia, dan wel bij de jaarlijkse review aan de orde gesteld. Ja, want vanaf de zomer van 2010, dan valt ook op dat Vestia lange tijd geen beroep doet op het faciliteringsvolume. Ja. Ze gebruiken beleggingsgeld om verplichtingen te kunnen voldoen, margin cost te kunnen voldoen. Heeft het Waarborgfonds dat opgemerkt? Nou ja, wat we constateerden toen we in begin 2011 al met de voorbereiding van de review bezig waren, die onderbroken werd door de afwezigheid van de accountmanager op dat moment, vanwege persoonlijke redenen, constateerden we dat Vestia geen verzoek tot borging had gedaan bij het wezen, dus geen lening had aangetrokken op dat moment. In lijn met de brief die we gestuurd hadden in april 2010, waarin we zeiden, ja, liquiditeit, dat was ook ons beleid, hè, dat eigen middelen eerst beleid noemen we dat. Als je eigen middelen hebt, dus moet je die eerst inzetten voordat je bij ons met financiering langskomt. Lijkt het erop alsof Vestia dus eigen middelen gebruikt voor de investeringen die ze moeten doen. Dat viel begin 2011 wel op. En wat voor consequenties had dat? Nou ja, dat je in ieder geval op dat moment de schijn hebt dat Vestia dus bezig is met te doen wat we van ze vragen. Namelijk het afbouwen van de beleggingsportefeuille, de liquide middelen die ze zelf hebben. En het inzetten voor de investeringen, zonder daarvoor gebruik te maken van de borststelling. Ja. In de loop van 2011 komt Vestia uiteindelijk in financiële problemen terecht. Ja, september. Wanneer heeft u dat opgemerkt? Nou, we zijn in 15 augustus met in volle ornaat, laat ik het maar zo zeggen, met een aantal mensen vanuit de Borgingscommissie, inclusief de heer van de Post en het hoofdrisicomanagement, naar Vestia gegaan om aan te kondigen van wat er ook gebeurt. Wij willen een diepgaand onderzoek instellen. Wij begrijpen jullie businessmodel niet meer, geen verkopen, grote investeringsportefeuille. Wanneer was dat? U zegt in augustus? 15 augustus. Dat was naar aanleiding van de reviewvoorstel, zoals mijn accountmanager toen op dat moment heeft ingeleverd. En dat was het eerste moment waarop u zegt dat u op de hoogte kwam van de problemen van Vestia? Nee, dat was pas later. Want wij zijn daar geweest op dat moment. Nogmaals, met het dringende verzoek. Wij willen in. Nou, daar waren ze niet blij mee, dat kunt u zich voorstellen. We waren al bezig met welke werkgroepen gaan we samenstellen, hoe gaan we dat vormgeven om die diepgaande analyse te kunnen doen. En wat schetst ons de verbazing, uit mijn hoofd gezegd, twee weken later, kan ook een week later geweest zijn, krijgen we een mail van, oh ja, we hebben nog geen faciliteringsvolume en we zien op dit moment alles naar beneden lopen. Dan heb ik het over de rente. Wij komen in liquiditeitsproblemen als er niet snel een besluit wordt genomen. Gevolgd door nog een mail van, we hebben nu echt een acuut probleem, want we hebben geen geld meer. En de liquiditeitsrisico's zijn dermate opgelopen dat er wat moet gebeuren. Dat was de volgorde waarin zaken plaatsvonden. Maar het is 15 augustus. U zegt van, ik wist dat van daarvoor helemaal niet. Nou ja, we zagen dat de renteontwikkelingen gaan. Ja. Maar, want opmerkelijk vinden wij wel een e-mail van Deutsche Bank aan u. Hmm. Van 12 mei 2011. Hmm. En daarin zeggen ze eigenlijk van dat zij bereid zijn om te kijken van hoe zij de problemen bij Vestia kunnen oplossen.
Is dat geen waarschuwingssignaal geweest voor het Waarborgfonds? Nou, dat is wel degelijk een signaal wat natuurlijk meeweegt bij op een gegeven moment van ja, we willen nu inzicht in wat daar gebeurt. Dus dat is een aanleiding geweest ongetwijfeld om te zeggen, het ondersysteem moet nu boven komen. Ja, maar het is 12 mei, dus ja. Er is iets aan de hand. Ah ja, de rente loopt naar beneden. En u dus, weet dat het om grote bedragen gaat, hè? Want we hadden een vermoeden, laten we het zo zeggen, ja. Dat Vestia een grote derivaat, niet 23 miljard, maar wel een aanzienlijke derivaat. En dan komt is de zomer, is de zomervakantie en dan pas in augustus. Dat had dus te maken met het feit dat in dit geval de accountmanager die de zaken moet voorbereiden, om persoonlijke redenen afwezig was. Waardoor we ook gezegd hebben, gezien de drukte die op dat moment was, hebben we gezegd, oké, we gaan zo snel mogelijk op het moment dat zij weer terug is met volle inzet de Vestia case beetpakken. En dat hebben we toen ook gedaan. Dat kost ook enige tijd, want ja, het is een grote corporatie. Dus om goed inzicht te krijgen, wat is de stand van zaken op dit moment? Kost dat gewoon enige tijd om dat samen te stellen. Ja, maar we hebben het over mei, 12 mei. Mm-hmm. Dus dan heb je hele maand mei nog. Dan komt juni en dan komt juli. En dan heb je pas augustus. Ja. 15 augustus gaat op bezoek. Ja. We zijn dan 3 maanden verder. En als Deutsche Bank, die zo vaak contracten aan u voorlegde om ze goed te keuren, en vervolgens u ze hebt goedgekeurd, die grote relaties of grote belangen heeft in Vestia, die blijkbaar wel weet wat er aan de hand is, aan u meldt van dat zij problemen willen oplossen, dan is dat toch een signaal waar u meteen mee aan de slag zou moeten gaan? Nou ja, het is een signaal wat er wel degelijk ook doorgaat, zou ik maar zeggen, in de organisatie. Nee hoor, al een veel eerder stadium. Alleen je moet dat wel integraal beoordelen met elkaar. En de situatie was kennelijk niet dermate acuut dat wij een signaal van Vestia zelf kregen van, oh, we hebben grote problemen. Dat signaal kwam pas in september op gang. Dus dat verklaart dat gat waar het net over heeft. En het moet een zorgvuldige voorbereiding zijn, voordat je uiteindelijk een reviewvoorstel inlevert bij de Borgerscommissie, waarop de Borgerscommissie besluit, op advies van de accountmanager en de riskmanager, hier moet de onderste steen boven komen op dit moment. En dat is een signaal wat meegewogen. Dat was al een jaar eerder door de Borgerscommissie besloten, dat de informatie van Vestia moest komen. Ja, maar die informatie kwam niet. Die kwam vervolgens niet. Vervolgens in mei krijgt u een signaal van de bank dat er iets aan de hand is. Ja. En dan 3 maanden later, nadat iedereen op vakantie is geweest, dan pas wordt langsgegaan naar Vestia. Op het moment dat het in de planning past en waarom er 3 maanden tussen zit, nogmaals, ik schets, het moet toch zorgvuldige voorbereiding zijn, werd al langsgegaan. Dan wil ik toch even teruggaan met u naar de Borgerscommissie in 2011 zelf. Ja. Uiteindelijk is daar toch besloten om het faciliteringsvolume op 0 te zetten. Waarom heeft de Borgerscommissie uiteindelijk dat besluit genomen? U hebt het over de situatie 2011? Ja, ja. Want in 2010 was er een advies van de riskmanager van doe het niet, zet het op 0. Mm-hmm. Toen heeft u van afgeweken. Nou, de Borgerscommissie. Ja, een jaar later wordt toch nog alsnog voldaan aan het advies van de riskmanager. Laten we beginnen met de accountmanager die ook al aangaf aan mij ook. En ik was het volkomen met haar eens van het moet nou eens afgelopen zijn. Als je een situatie ziet 2009, 2010, waarin je die informatie wilt hebben en je krijgt die informatie niet, 2011, moet dat bovenkomen. Dat is ook het advies geweest van de accountmanager. Daar heeft de riskmanager uiteraard volmondig mee ingestemd. En de Borgerscommissie heeft op dat moment ook gezegd, eens, we gaan dat nu anders doen. Faciliteringsvolume 0 en eerst moeten ze over de brug komen met die informatie. Was dit een beleidswijziging? Nee, want beleid was al op het moment dat we informatie ontbreekt en we niet het vooruitzicht hebben dat we die informatie ook daadwerkelijk ontvangen. En na 2 jaar mag je dat vooruitzicht dan op dat moment ook wel hebben, denk ik. Nu is het afgelopen en nu gaan we... Ja, u zegt het was geen beleidswijziging. Nee. Dus in 2010 heeft u van uw eigen beleid afgeweken. Nee, want het is een beleid wat je toe kan passen al dan niet. En het zijn maatregelen die je kunt nemen. Is het willekeur? Nee hoor, nee. Wat is het dan? Waarom besluit u in 2011... faciliteringsvolume beschikbaar Dat moet een zorgvuldige afweging zijn. Op het moment dat je iedere keer met elkaar afspraken maakt, die informatie komt naar ons toe en die informatie komt niet, dan is op een gegeven moment een moment bereikt dat de geloofwaardigheid van de deelnemer, van de corporatie, dat die informatie ook daadwerkelijk wordt aangeleverd, is op. Ja, maar dan kijk ik even naar de historie. In 2008 komt u met een derivatentool. Ja. Vestia levert alleen in december 2008 informatie aan. 2010 is de derivatentool geoperationaliseerd. Ja, in 2009 hebben ze geen gegevens aangeleverd. 2010 hebben ze geen gegevens aangeleverd. Nee. En dan is de maat nog steeds niet vol in 2010. Maar pas in 2011. De maat was vol, alleen er werd iedere keer op wat voor reden dan ook comfort gevonden. In hetzij de accountantsverklaring, die natuurlijk ook meeweegt. Zowel in 2009 als in 2010 het rapport van Deloitte. En de afspraken die dan gemaakt werden op bestuurlijk niveau, om toch door te zetten.
nogmaals, tot het moment 2011 en we nog niks binnen hadden, dat het afgelopen was. Dan een ander aspect, meneer Rink. Dan geef ik het woord weer terug aan de voorzitter. Veel raamovereenkomsten voor derivaten, in jargon worden ze ISDA's genoemd, die bevatten clausules die het toezicht beperken. En u had namens het Waarborgfonds goedkeuring gegeven aan een aantal van deze derivaten, of althans de raamovereenkomsten van derivaten. Waarom heeft u deze clausules goedgekeurd? Nou ja, wat ik in het begin al schetste, was het geen goedkeuring van de clausules, het was goedkeuring en toets op tegenstrijdigheden met het reglement van deelneming. En dat is de toets die plaatsgevonden heeft. Staat ook zo'n grote disclaimer op de website. En de eigen verantwoordelijkheid van de partijen die die overeenkomst met elkaar sluiten, zowel aan de bankenzijde als aan de corporatiezijde, was omdat je geen clausules zou moeten opnemen, daar ben ik het volkomen mee eens, die het toezicht zouden belemmeren, ja of nee. Maar dat was niet de rol van het Waarborgfonds om daarop te toetsen. Maar het Waarborgfonds die keurde raamovereenkomsten goed, dat deed u zelf. Nou ja, en collega's. Ja. Ik heb het aan de heer De Staal ook gevraagd. Van waarom stonden nou clausules in derivatencontracten die het toezicht belemmerden, beperkten? Ja. En hij antwoordde van ja, het Waarborgfonds heeft het allemaal goedgekeurd. Ja. Dat mocht allemaal. Stond op de website, het waren standaardcontracten, vertelde hij. Dat het standaardcontracten waren, dat is juist. Alleen op de website stond iets anders. Namelijk dat het WSW heeft vastgesteld dat er geen conflicten waren met onze eigen zekerheden en het reglement van deelneming. Punt. En dat, nou ja, iedereen die de website las en die goed naar de communicatie luisterde die het WSW daarover had, in de briefwisseling naar de banken toe, kon dat weten. En wanneer bent u voor het eerst op de hoogte geraakt van het feit dat dit soort clausules er stonden in derivatencontracten? Ja, dat was de situatie op het moment dat het, ik noem hem even mijn woorden, klapte bij Vestia. Ja. En op het moment dat we uit alle macht, samen met de heer Erens, op dat moment die net in dienst was getreden, dan heb ik het over de situatie in januari, toen de change of control plaatsvond. Ik gebruik expres die term, maar dat was een van de termen die dan in die clausules was opgenomen, dat dat een reden voor unwinden zou zijn. Hè. Dus op dat moment het ontbinden van de contracten met alle verliezen van dien. Op dat moment constateren we dus ook dat die clausules erin zaten en dat we zorgvuldigheid en voorzichtigheid, we heb ik het dan over iedereen die probeert een oplossing voor het Vestia-verhaal te vinden, zorgvuldigheid en voorzichtigheid moesten betrachten om te voorkomen dat banken dus, die juridisch dus kennelijk het recht hadden op papier, om dan op dat moment te unwinden. Daar zijn we dus in geslaagd uiteindelijk, want er is niet geunwind. Maar het was wel heel erg vervelend dat die clausules daarin stonden. Meneer Rink, ik heb hier allemaal mails van u voor mij, uit jaren daarvoor. En u schrijft aan bijvoorbeeld banken als Deutsche Bank, maar ook andere banken, dat u producten goedkeurt. En u zegt nu dat u pas in 2011 achter bent gekomen dat er dit soort clausules in die derivatencontracten stonden. Dat is toch opmerkelijk? Ja, waarom? Clausules die het toezicht beperken, ja. Die heeft u heeft de derivatencontracten goedgekeurd met zulke clausules. En dan zegt u van ja, ik ben pas in 2011 daarachter gekomen. Nou ja, het is heel simpel. De tijd waarin ik deze clausules goedkeurde, heb ik het over de situatie toen mijn collega en ik dat nog deden. 2000, 2003, 2004. Daarna werd dat. We hebben ook een andere bedrijfsjurist gehad. Op dat moment binnen het Waarborgfonds. En nogmaals, de enige opdracht die we daarbij hadden, was toets of er conflicten zijn met zekerheden van het WSW. Dus het toezicht was niet belangrijk voor het Waarborgfonds? Het toezicht was niet belangrijk, dat werd niet op getoetst. En ik kan me ook, en ik denk ook niet dat maar de taak het ook is niet van zien het staan. Je hebt het ook niet zien staan in de contracten. Het is me niet opgevallen dat ik denk van hier wordt een toezicht belemmerd. Heeft u het dan wel gelezen? De contracten gelezen? Ja. Ja, natuurlijk. En u heeft het toch, ondanks dat u het gelezen hebt, niet opgemerkt? Nou ja, de contracten die ik gezien heb, laat ik het zo zeggen. Want de ook contracten die je hebt goedgekeurd zich. Ook nog? Ja, maar wel met de beperking dat het dus alleen ging om het conflicterende zekerheden en het reglement van deelneming. En dat is een hele belangrijke. Dus wij toetsen, wij gaan niet. Wij zijn geen specialisten op het gebied van ISDA's. Dus je hebt het wel gelezen, maar je hebt het niet gezien? We hebben getoetst, gelezen, op de bepalingen die mogelijk, waar de zekerheden in opgenomen zijn, die mogelijk conflicteerden met het WSW. Ja, maar het waren zulke pakketten. Ja, maar en van het WSW als niet-specialisten, want dat zijn we niet, mag niet verwacht worden dat wij als ISDA-specialisten een analyse maken van de derivatencontracten. Dat is de verantwoordelijkheid van de partijen die het afsluiten. De corporatie met juridische ondersteuning.
en de bank. Dus maar u zegt, het toezicht was niet een verantwoordelijkheid voor het waarborgfonds? Wij zijn geen toezichthouder, dat ten eerste. Maar ten tweede, dat is een verantwoordelijkheid, zeker van de banken die dat zich moeten realiseren en van de coöperatie. Maar ons toetsingscriterium was er ook niet op ingericht. Wij keken naar die conflicterende zekerheden. Kijk even naar de voorzitter. Ik schors de vergadering voor 5 tot 7 minuten. Dan kom ik hier nog even terug. Ja.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog één vraag die op het voorgaande nog even betrekking had. U zei voor de pauze dat op enig moment de ISK-manager van WSW wel enig inzicht kreeg in die spreadsheet te zien kreeg bij Vestia. Nu hebben we vanochtend gehoord dat dat eigenlijk een boekhoudkundig kastelmoverzicht was en dat er geen inzicht stond in de liquiditeitsrisico's, dat er ook geen inzicht werd gegeven in de gevoeligheid van die portefeuille. Op dat moment hadden toch alle alarmbellen bij WSW moeten afgaan. En waarom is dat toen niet gebeurd? Nou, ik denk, maar ik pas er niet bij, maar ik denk dat het op het moment dat je naar zo'n overzicht kijkt met alles wat erin staat, moet je wel weten waar je naar kijkt. En op het moment dat wij de portefeuille binnenkregen, op dezelfde wijze aangeleverd, zal ik maar zeggen, eind 2011... Ja, maar eerder had u de SPNSL die sheet gezien. Sorry. Ja, en daarom zeg ik, je moet je wel weten waar je naar kijkt. Dus of je dan weet van, hé, maar hoe zou ik dat moeten beoordelen? Dus het ging ook, kan ik me voorstellen, heb ik ook alleen maar van horen zeggen, want ik was er niet bij. Van nou, kijk eens even, zo doe ik dat en hier zit dit en hier zit dat. Terwijl als je, en daarom haal ik even de situatie terug, toen we daadwerkelijk ook die Excel-sheet onder ogen kregen met de kennersogen van de mensen die wij inmiddels in huis hadden. Ja, maar wacht eens even, dit is, daarom herken ik wat de heren van Capitat geloof ik vanochtend zeiden. Ja, dit is geen registratiesysteem voor derivaten. Je zit er de contracten niet onder, die kun je de liquiditeitsrisico's niet mee uitrekenen. Dat herken ik zeker. Maar het duurde dus nog een hele tijd voordat dat besef doordrong. Ja, omdat wij die portefeuille op deze manier ook niet kregen. En we hebben ook heel veel, nou ja, het is ook niet voor niets dat het WSW op mijn voorspraak, in ieder geval mijn team, ook Cardano heeft ingehuurd. Om te zeggen, ja, hier moet een hele, hele grote, stevige, diepgaande analyse gemaakt worden van die portefeuille op basis van contracten. Hè? Want dus we zijn dus contract voor contract door de hele portefeuille, nou hebben we het over 400 derivatencontracten, heen gegaan om te kunnen vaststellen, überhaupt, wat zit erin? En dan de tweede vraag natuurlijk, en welke risico's zitten daar vervolgens nog een keer? Goed, we gaan naar fee-betalingen en mogelijke fraude. In april 2012 wordt via de media bekend dat de heer Geheven mogelijk kickbacks heeft betaald aan de heer De Vries. Ja. Wist u daar al eerder van? Nee, anders had ik daarvan onmiddellijk aangifte gedaan. Maar u was wel de ogen en de oren van het WSW in de kapitaalmarkt. Had u er wel iets van opgevangen, geruchten, nee, dat hier niets in de haak was? Nee, want anders had ik daar onmiddellijk op gehandeld. Want dat soort handelswijzen die kan en die wil ik ook niet toestaan. Dus nee, zowel van mijn zijde als van mijn collega's zijde hebben wij geen enkel signaal opgevangen dat dit speelde. Helaas. De heer Geheven, die eerder deze week was, die heeft verklaard dat u een telefoongesprek hebt gevoerd met de heer Telaar na afloop van een gesprek met Citi. U had toen de vraag aan de heer Telaar of hij zich zorgen moest maken over de relatie tussen Geheven en De Vries. Ja. En Telaar zei toen dat zijn baas, Hakan Wolin van Deutsche Bank, had gezegd, nou, dat er geen geruchten moesten komen dat Geheven kickbacks betaalde. Klopt dat? Nee, dat is een interpretatie die niet klopt. Wat we
Kunt u dan uit zorg besproken hebben. En voor ons was het heel erg belangrijk om ook de zachte signalen mee te wegen in, hey, wat gebeurt er in de markt? Niet alleen op het gebied van financiering op derivaten, maar ook op andere gebieden. En op het moment dat je met elkaar, en dat was, we waren toen bij de riskmanagement afdeling van Citi geweest. En wat voor risico's en gevaren zitten er nou in? Nou, een van die gevaren zou kunnen zijn dat er sprake is van fraude of wat dan ook. Niet specifiek over Vestia, maar wel van hey, welke gevaren zitten erin? En op dat moment wilde ik me wel even van vergewissen van, goh, hoe zit dat bij ons eigenlijk? Waar hebben we nu mee te maken? En op dat moment gaan informeren van, goh, maar dat was meer ter informatie van, waar hebben we het hier over? En moeten we ons daar zorgen over maken? En toen gaf hij aan dat Hakan Wolin, althans dat is mijn interpretatie van de woorden, zoals de heer Talari uitsprak, had gezegd, no kickbacks. Whatsoever, no kickbacks. Dat is hetgene wat ik, nogmaals, ik was er niet bij dat gesprek, dus dat, ik kan alleen bevestigen wat de heer Talari op dat moment zei. En de ondoorzichtigheid eigenlijk, want wij zagen de derivatentransacties niet als waarborgfonds, dus het was voor ons op dat moment, hè, dus de transacties die gedaan werden tussen de banken, FIFA en andere partijen, die zagen wij niet. Dus wij wisten ook niet op dat moment wat voor fees en dergelijke er betaald werden. Maar ja, gezien de samenwerking die plaatsvond op dat moment in de sector, was het natuurlijk wel belangrijk dat je dat op basis van vertrouwen moet kunnen doen. Maar er was geen aanleiding op dat moment om te veronderstellen van, hey, hier gebeurt iets geks waardoor we aan de bel moeten trekken. Dat is natuurlijk nogal een zware beschuldiging waar je het dan ook over hebt. Die helaas constateerden we pas in februari 2012. Dus nooit ook maar zachte signalen gehad van dat hier financiële stromen liepen die het, laat zo zeggen, daglicht niet kunnen verergeren. Sommige banken maakten veel gebruik van tussenpersonen, zoals de heer Geven. En zij ontvingen daarvoor fees. Was u bekend dat er meer van dit soort partijen op de markt actief waren? Meer, of was hier even een uitzondering in dit opzicht? Nee hoor, je had ook nog Wallagh & Mattis die actief was in de sector. Je had OHV die nog actief was in de sector. Maar FIFA was wel een grote speler in de sector, dat zonder meer. Maar je had nog meer partijen die bemiddelden, laat ik het even zo zeggen, tussen banken en corporaties. En zou dat dus dan, wat er bij FIFA is gebeurd, een topje van ijsberg kunnen zijn? Waarvan we de rest niet zien? Nou ja, ik hoop het uiteraard van niet. Gezien wat ik gehoord heb en ook hier aan tafel gezien heb, dan zou me dat verbazen. Maar ik sluit helemaal niets uit, maar ik kan het me niet voorstellen eerlijk gezegd. Maar heeft het u nou nooit verbaasd dat dat soort grote partijen als Deutsche Bank, als Morgan, JP Morgan, dat soort grote instellingen in zaken doen in Nederland via kleine tussenpersonen in wezen? Nee, want zij hebben geen lokaal netwerk vaak waar ze op kunnen terugvallen. Dus dat er een ik noem het maar even een front office, die ze al na gelang in kunnen huren om hun producten weg te zetten. Dat ze daar gebruik maken van bemiddelaars, van tussenpersonen, is op zich niet vreemd. Dat gebeurt overal. Dat gebeurt bij gemeenten. Dus dat is geen vreemd fenomeen. Wat wel bijzonder is, wat we achteraf moeten constateren, is dat De Vries, Vestia moet ik zeggen, zaken deed via een tussenpersoon, want die had direct toegang, althans dat werd altijd geroepen, toegang tot de trading desks bij de grote banken. En daar liet hij zich ook op voorstaan. Dat liet hij wel blijken, ja. Ja, maar daar gingen geen alarmbellen rinkelen op dat punt, ook niet bij het WSW. Nou ja, op het moment dat wij constateerden dat die FIFA veel gebruikt voor zijn transacties, waren die alarmbellen wel, hey, waarom eigenlijk, wat raar. Maar dat wisten we op dat moment niet. FIFA was niet in beeld bij het WSW? Jawel, zeker wel. Alleen FIFA die was een partij, zal ik maar zeggen, die enerzijds derivaten deed. Nou, op dat gebied, derivaten waren niet onze business, laat ik het maar even zo zeggen, als het gaat om de transacties die er plaatsvonden. Leningen daarentegen wel. Derivaten waren toch wel de business van het WSW? Nee, maar wat ik bedoel is dat je daar dus elk derivatencontract langs zag komen, daar waar je bij de leningen elk contract langs zag komen. En waarbij de leningen, bijvoorbeeld de basisrentelening, die in samenspraak met de Nederlandse Waterschapsbank door FIFA is ontwikkeld, was een belangrijk product waar FIFA bijvoorbeeld veel van wegzette in de markt. Daarover hadden we wel degelijk ook contacten met FIFA. En FIFA was een partij die veel in de markt aanwezig was. Dus ook veel informatie. Hey, wat gebeurt er in de markt? Waar moeten we naar kijken? Welke ontwikkelingen spelen er? Dat was een partij waardoor we ook met FIFA in contact waren. Maar WSW vroeg zich nooit af hoe FIFA betaald werd. Maar we wisten dat FIFA betaald werd met fees.
Alleen wat we niet wisten, was dat die fees ook daadwerkelijk doorgeschoven werden. Even wat er dan in ieder geval vermeend wordt dat er gebeurd is. Naar de treasurer. Nee, de fees. U zei al veel contact met de heer Geëven. Ook met de heer Jan-Hein Gertsen van Sensum. En ook de heer van de Wansum die vanochtend waren. Ja. Waarover gingen de gesprekken met die partijen? Nou ja, even de nuance. Veel contact met de heer Greven? Nee. Omdat met name mijn eerste lijn met FIFA was altijd de heer Van Dijk. Voormalig collega ook. Waardoor er dus hij ging ook over het algemeen. Hij was de basis en de lening ook een beetje degene die dat product ook ontwikkeld heeft. Met zijn kennis en met zijn netwerk. De heer Greven is daar later bij aangesloten. Waardoor hij ook vaak bij gesprekken aansloot. Dus met de heer Gerritsen van Sensum. Dat zit aan de andere kant van de medaille. Ik noem bewust de andere kant. Die was namelijk degene die de corporaties adviseerde over producten of over een treasurybeleid. Of ook als lid van de treasurycommissie optrad. Mm-hmm. Dus een andere rol. Werd ook betaald door de corporatie, niet door de banken. Dus dat wat dat betreft een stuk transparant. En hij was ook een partij die ook bij grote corporaties, niet bij Vestia overigens, maar bij andere partijen ook over de vloer kwam. En dus ook een waardevolle bron van, wat zien we nu gebeuren in de markt? Welke producten zien we langskomen? Wat zijn de verwachtingen? En daarnaast ook met de heren van Capitat. Die waren niet zozeer adviseur van individuele woningcorporaties. Hebben ze wel gedaan overigens. Maar de heren van Capitat zijn voor het eerst binnengekomen bij het Waarborgfonds. Binnengekomen, hebben gesprekken meegevoerd. In het kader van een zorgwekkende ontwikkeling die wij zagen. Want onze grootste zorg was de beschikbaarheid van financiering. Want daar, ik noemde niet van niets al net, 86 miljard of nog meer zelfs wat er op dit moment uitstaat. Is een grote zorg dat die beschikbaarheid van financiering er blijft om een aanspraak te voorkomen. En een van de ontwikkelingen die op dit moment speelde was het zogenoemde schatkistbankieren. En wij maakten ons zorgen omdat het zou kunnen betekenen dat gemeenten... Ja, minder kapitaal zouden... Of kapitaal rechtstreeks via de agent zou gaan aantrekken. Ja. Waardoor wij een uitgebreide analyse hebben laten maken door de heren van Capitat. Van wat zou dat nou betekenen voor de sector? En voor de goede orde, Capitat en Sensum, die partijen waren niet betrokken bij transacties tussen woningcorporaties en banken. Ze zaten op als adviseur. Ze zaten als adviseur voor de corporatie. Ja. Heeft u zelf al eens een bank naar een tussenpersoon doorverwezen? Nou ja, als er banken binnenkwamen, laat ik het zo zeggen, die zeiden van wij zijn geïnteresseerd om zaken te doen, zal ik maar zeggen, in Nederland met woningcorporaties. Dan hebben we, en dan heb ik het over, kan mezelf zijn, maar ook collega's wel gezegd, dan zijn er wel een aantal partijen actief waar je toe kan voegen. En een van die partijen kan FIFA zijn, maar dat kan ook Wallig en Mattes zijn, dat kan ook OAV zijn. Wij zijn zelf in ieder geval geen bemiddelaar, dat was het eerste signaal wat we afgaan. Dat moet je via andere partijen doen. En naar welke tussenpersonen... Dat kan dus FIFA zijn. Dat we zeggen, FIFA is bij een heleboel corporaties, we hadden een hoge gunfactor. Waren bij veel corporaties, ik hoorde een getal 50 noemen, ik ken de exacte getallen niet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Bij veel corporaties werden zij vaak gebeld van, kunnen jullie financiering voor ons ophalen? Want zo werkt het vaak, een corporatie heeft financiering nodig. En gaf FIFA dan de opdracht, of die vroegen van, bel eens een paar banken voor een prijs. En vervolgens kwam dat dan terug naar de woningcorporatie. Daar was FIFA een partij, maar Wallig en Mattes en OAV ook. Dus. Kunt u wat namen noemen van banken die u doorverwezen hebt naar FIFA of andere tussenpersonen? Sorry, wat was dat? Kunt u wat namen noemen van banken die u of uw collega's bij WSW hebben doorverwezen naar FIFA of andere tussenpersonen? Volgens mij is dat met Nomura gegaan. En ik zou kunnen dat City dat ook was, maar... Van de Moera weet ik het. Nee, Deutsche was al zelf actief in de corporatiemarkt. Dus hoe die bij FIFA uiteindelijk terecht zijn gekomen, dat weet ik niet. Dat is buiten het WSW omgegaan. Hebt u zelf al eens geld of gunsten aangeboden gekregen van banken om producten derivaten goed te keuren? Nee, op geen enkele wijze. Op geen enkele wijze? Nee. Het is ook nooit geprobeerd door banken? Nee. Dat hoeven ze bij mij ook niet meer aan te komen. En als u zelf een beoordeling moet geven van uw positie en gedrag in de relatie tussen corporaties, banken en tussenpersonen. Vindt u niet dat u wat naïef bent geweest in het doorgronden van hoe die wereld nu echt werkt?
Nou, als ik kijk ten aanzien van onze, en daar maak ik het woord toch weer even core business, in ieder geval die van mijn team, Investor Relations, ben ik van mening dat wij een goed zicht op hadden van hoe werkt die wereld. Hè? Als je kijkt naar banken zijn hier in dit geval ook een tussenpersoon, een makelaar tussen pensioenfondsen en verzekeraars. En ik ben van mening dat wij een professioneel team hadden samengesteld, maar ook een professionele visie hadden van welke partijen moeten we daarbij aanspreken. Dan heb ik het over financiering. Als het gaat om derivaten en de handel die daarmee samenhing en welke partijen zijn daar actief en hoe werkt dat? Ja, dan achteraf concluderend hadden we daar eerder, denk ik al, op moeten schakelen als Waarborgfonds. En in welke hoe en in welke mate, dat zou je achteraf moeten beoordelen. Maar op dat moment was dat niet onze wereld waar wij continu in thuis waren. Wij waren van de financiering en zijn dat nog steeds. Ja, want die derivatenwereld, dat zit natuurlijk aan de kant van de banken, zitten daar de knapste wiskundigen. Die je daar niet de illusie moet hebben dat je daarmee kan meten. Die een product formuleren dat alleen zij aanbieden, waarvoor ze kunnen vragen wat ze willen. En bij financiering is dat lastiger, want dan kun je het gewoon toetsen aan de rente op dat moment en ontwikkelingen. Ja, zeker. Maar zou je op dat punt dan niet toch zeggen dat u heel naïef bent geweest? Als je kijkt waar, als we bijvoorbeeld horen dat Deutsche op een enkel product gewoon 50 miljoen euro verdient. Ja, dat komt toch natuurlijk van de. Dat geld komt natuurlijk toch van de andere kant. Nou ja, als je dat soort bedragen hoort, die overigens niet bij ons bekend waren. Dat soort bedragen hoort, dan moet je wel zeggen, ja, dat. Als sector en als waarborgfonds, dus als, zowel als woningcoöperatie als waarborgfonds. Hadden we daar voorzichtiger in moeten zijn. Ja, zeker. Voorzichtiger bedoel ik dus mee, alerter op moeten zijn. En ik denk dat de vraag, ik weet wel zeker dat de vraag op een gegeven moment, als dat soort winsten gemaakt worden op producten, als die bekend waren, dat je op dat moment gaat vragen, ja, maar waarom moet dat product dan gesloten worden in de sector? Dan is er dus kennelijk een upside voor de banken, maar wie betaalt dan die downside? Ja. Is dat dan de coöperatie? Ja, het zijn uiteindelijk zero-sum games. Dank u wel, voorzitter. Meneer Rink, 2013 juli, u vertrekt bij het WSW. Waarom? Omdat er op dat moment, en die is overigens nog steeds gaande, een reorganisatie plaatsvond en vindt. Waarin een koers wordt gekozen dat risicomanagement de leidraad wordt. Laat ik het maar eens even mijn woorden. En investor relations afgebouwd wordt als zelfstandige afdeling. En binnen die koers en ook het relatiemanagement op een andere manier wordt vormgegeven. En binnen die koers werd mij gezegd, en daar kon ik me ook iets bij voorstellen, was geen plek voor mijn persoon. In april 2012 en september 2012 worden tot twee keer toe een rapport van Ernst & Young uitgebracht, forensische rapporten, op verzoek van de commissarissen. Ja. Welke rol speelden deze rapporten in uw vertrek? Volgens, en ik heb het expliciet nagevraagd bij het bestuur, geen enkele. Het was de reorganisatie waar we mee te maken hadden. Wie heeft u meegedeeld dat u geen plek meer had, dat u weg moest? Het bestuur, zowel de heer Van der Post als mevrouw Van Hoesel. De facto, u moest weg bij het WSW? Dat werd op die manier wel aangegeven. En ik, met de motivatie die ze gaven, kon ik me er ook iets bij voorstellen dat ik niet gelukkig zou worden in een andere rol. Wanneer was dat gesprek? Ik denk dat het gesprek in september 2012 geweest is, zoiets. September, oktober 2012. Maar u moest bij de directie komen en ze zeggen u na uw glanzende carrière bij het WSW na al die jaren, voor u is geen plek meer, want we gaan de organisatie anders inrichten. Dat is het verhaal? Nou, nee, het was een heel proces waarin de strategie gewijzigd is. Daar zijn we in heel 2012 mee bezig geweest. Waardoor je dus ook een hele andere, en daarom kon ik hem ook wel volgen in de lijn zoals ze die inzet, een hele andere strategische keuzes gemaakt werden. Ook een andere indeling van de organisatie die op dat moment ook al uitgerold werd. Als directieraadlid was ik daar ook zelf deelgenoot van. Het was een besluit van het bestuur overigens, ook een koers die gekozen is door het bestuur. Daar zijn ze ook voor om die koers te kiezen. Maar ik zag dus de beweging die al gaande was op dat moment. En toen is er een gesprek geweest met het bestuur, zoals ik dat net beschrijf. En toen is gezegd van, maar binnen die koers die we nu gaan varen, zien we eigenlijk, zoals jij nu de rol invult en waar je kracht ook ligt, geen toekomst bij het Waarborgfonds. En na aanleiding van het gesprek waarin duidelijk werd dat u moest vertrekken, is daar een overeenkomst over gesloten tussen u en het WSW? Jazeker. Wat staat daarin? Oh, in de overeenkomst? Mm-hmm. Nou ja, exact wat we hier net aangeven.
Zijn er afspraken gemaakt tussen u en uw toenmalige werkgever, het WSW, over communicatie rond uw vertrek? Jazeker. Wat houden die afspraken in? Nou ja, de communicatieafspraken die we hebben is dat ik een geheimhouding heb getekend over de inhoud van de, uiteraard met uitzondering van wat we hier met de parlementaire enquêtecommissie bespreken. We zagen natuurlijk al aankomen dat die eraan kwam en dat hebben we ook expliciet opgenomen. En verder was de communicatie exact zoals die net verwoord is. En zo is het ook naar buiten toe gebracht. We hebben gezien in uw langjarig functioneren bij het WSW dat uiteindelijk het WSW heel vaak producten goedkeurde die geen goede uitwerking hadden op corporaties en hun financiële positie. Vestia liep het geweldig mis. Is er geen enkele relatie tussen uiteindelijk uw vertrek bij het WSW en uw functioneren in al die jaren daarvoor? Ik heb er expliciet naar gevraagd. Ik zeg, goh, overigens de Vestia-case was een andere. U noemt terecht, er zijn twee onderzoeken geweest. Ik heb er expliciet naar gevraagd. Antwoord was nee. Er was geen correlatie tussen die twee. Tuurlijk was men kritisch in die zin van, hey, hoe is een en ander nou gelopen? Nou, daar hebben we het over gehad. Daar hebben we inhoudelijk ook over gewisseld. En werd ook begrepen hoe een en ander gelopen is. Had niet zozeer alleen met mijn persoon te maken, maar met de gehele organisatie. En ik heb expliciet nagevraagd en mij is bevestigd. Ik heb ook nog een bevestiging van het verslag gestuurd dat dit gezegd is. En dat was dat voor mij. Maar wat onze commissie opvalt is dat minimaal in één van die beide Ernst Jong rapporten, dat concentreert zich helemaal op u en uw daden. Een feitelijke opsomming van wat u allemaal deed. En vervolgens gaat u binnen een half jaar daarna is het gedane zaken voor u. En er is geen relatie dan. Nou, nogmaals, ik kan alleen maar herhalen wat mij toen gezegd is. En dat is hetgene waar ik me op concentreer. En ja, dat er een onderzoek is geweest naar de relatie met de banken en hoe dat dan tot stand gekomen is. Dat voor een groot deel op mij terugslaat, lijkt me logisch, aangezien ik verantwoordelijk was voor investor relations. Maar het rapport laat ook duidelijk zien dat er zijn goedkeuringen geweest. Alleen, dat is niet een standalone actie van de heer Rink. Dat is een beleid geweest wat binnen het WSW heeft rondgewaard. Dus in dat opzicht hou ik me vast. En zo is het ook gecommuniceerd. Meneer Rink, we zien als enquêtecommissie een heleboel brieven en e-mails van uw kant. En onder die brieven staat het motto van het WSW. Het zekere voor het onzekere. Ja. Dat komt toch wel in een merkwaardig daglicht te staan. Hè? Het goedkeuren van al die gestructureerde derivaten. Zeker voor het onzekere, meneer Rink. Ik sluit de vergadering. Dank u.